Goedemiddag, dames en heren, koersliefhebbers. Welkom in Puttecapelle voor de traditionele sluitingsprijs hier. En dat is de afsluiter van het wegseizoen in België. We zitten letterlijk op de grens tussen Nederland en België. En dit zijn al meteen live beelden uit de koers. Want er is nog zo'n 150 kilometer te rijden vandaag. Met 82 renners zijn ze eraan begonnen daar straks. Rond de klok van 11:30. Dus ze hebben er al een uurtje op zitten. Een uurtje door het Noord-Antwerpse, om het zo te noemen. Daar krijgen we het 149 kilometer nog tot de streep. Plaatselijke rondes hier allemaal. En hier de actie met Jelle Kant, dacht ik daar al in tweede positie te herkennen. Met eentje van Roompot Charles, de ploeg die aan haar laatste opdracht van de geschiedenis van die ploeg bezig is. Want zij houden ermee op. En Dries van Gestel is er opnieuw bij vandaag voor co-commentaar. Dries, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Jij hebt je seizoen afgewerkt bij Sport Vlaanderen Balwazen, maar je ligt er al even uit met een blessure, Dries. Vandaar dat je er hier kan komen bij zitten vanuit een andere positie is vandaag. Zie je het zitten? Ja, ik zie het zitten. Inderdaad, ik heb in september in de Ronde van Groot-Brittannië mijn elleboog en pols gebroken. En toen ben ik abrupt moeten stoppen met koersen voor dit seizoen. Maar de revalidatie die verloopt zoals gepland, zoals het hoort? Ja, de breuken zijn al redelijk goed geheeld. Ik heb niet te veel last van mijn elleboog en van de pols. Enkel de schouder is toch een beetje een klap gehad. En die is momenteel nog stijf en pijnlijk. Maar dat gaat de tijd moeten uitwijzen wat er... Je hebt nog wel even voor de start van het nieuwe seizoen. Ja, inderdaad. We zijn nog maar half oktober. Dus we moeten nog 3 maanden tot de volgende start. Tot de volgende wedstrijd. Dus het zal nog wel goed komen. En die ga je dan afwerken voor je nieuwe ploeg, hè? Want jij gaat naar het Franse Total Direct Energie. Ja. Voor 2 jaar heb je daar getekend. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus ik ben heel tevreden met... met een overstap die ik heb kunnen maken. Total Direct Energy, de ploeg van Nicky Terpstra. Dus ik zie het zitten om volgend jaar aan zijn zijde te strijden. Dat geloof ik. Wel, ja, ploegmaats, want uiteindelijk zijn het allemaal nog ploegmaats van jou. Vandaag aan de start, Sport Vlaanderen Balwazen. Mannen die we daar straks hier op het podium ook hebben gezien en nu in het peloton zitten. En misschien straks wel de jacht op deze twee mee gaan controleren of organiseren. We zullen het allemaal in een verder stadium van deze koers wel bekijken. Maar deze twee mannen die kiezen voor het avontuur. Ja, dat klopt. Elmar Reinders hier op kop te herkennen van Roompot. Met Jelle Kant, zoals al gezegd. Elmar Reinders, vers van de pers, maar gaat volgend jaar. Heeft ook een ploeg gevonden voor volgend jaar. Meteen Riwal Cycling Team, denk ik. Riwal Readiness, om volledig te zijn. Dus ook hij is verlost van de transferprikkelen. Ja, want er zijn er nog wel wat, hè, die met in het achterhoofd een nieuw contract nog aan het koersen zijn op dit moment. En dat speelt ongetwijfeld in het hoofd. Ja, inderdaad. Voor sommige renners kunnen daar goed mee omgaan. En die zeggen van, kijk, oké, ik ga koersen. En we zien wel waar we uitkomen. En voor sommige renners werkt dat verlammend. Die het dan het kopje laten hangen en ja, de koers in de buik van het peloton mee fietsen. En ja, dan zien ze wel waar ze uitkomen. Maar sommige renners zijn toch ook echt gebrand om nog het beste ervan te maken. En chapeau voor die renners. Veel ruimte krijgen ze niet, onze kopduo Kant en Reinders, want daar achteraan ziet u al de fluogele brigade van Wallonie-Bruxelles, die het zomaar niet laat gebeuren dat deze twee wegrijden. En hier krijgen we even opgenomen beelden, dacht ik, ja, van een vorige koers. Maar dit is Puttecapelle, de start-finish strook waarop u nu kijkt. Straks al aangegeven, we zitten letterlijk op de grens tussen België en Nederland. Met aan de ene kant
Capelle, Puttencapelle en aan de andere kant de gemeente Woensdrecht. Dus als ze hier over de finish passeren, enkele meter verder zitten ze in Nederland. En het parcours dat is verschillend tegenover de voorgaande jaren, want nu kiezen ze voor een rondje via Berendrecht en Stabroek. Ja. Jij hebt in het verleden hier wel gereden op het oude parcours. Ik heb op het oude parcours gereden en ik heb dit parcours nog niet bekeken. Of nog niet kunnen bekijken, zal ik zo zeggen. Dus ik weet niet hoe dat de renners rijden. Ik weet ongeveer wel in welke regio ze zitten. Nu de laatste kilometers waar ze nu aan het fietsen zijn, daar heb ik ook al gereden. Dit is nu de baan Stabroek richting Puttencapelle. En dan op het einde van deze baan pakken ze een haakse bocht naar links. En dan komen ze aan de finish uit. Maar ze bieden is nog even afwachten hoe de renners dan rijden richting Berendrecht en de polders een beetje. Daar ken ik het zo nog niet. Maar we gaan het zien. Ja, het is bekend terrein voor de organisatie achter deze sluitingsprijs. Puttencapelle achter de karakterkoersen van Ben Simons. Want zij hebben deze wedstrijd opgenomen in hun familie, om het zo te zeggen. De wedstrijd was een klein beetje aan het doodbloeden. Zo leek het wel. Er leek niet echt een oplossing in de maak tot Ben Simons en co. er hun schouders hebben ondergezet. En zij gaan nu zeker nog 3 jaar door en dan evalueren wat het geeft. En hoe ze de toekomst van deze sluitingsprijs zien. Hoe dan ook, heel mooi dat deze traditiekoers, want dat is het toch, nog altijd blijft bestaan. Zij het in een soort van kermiskoersvorm op dit moment wel. Nee, maar het is heel goed dat Ben Simons zijn schouders daaronder wil zetten. Hij organiseert Puttencapelle. Nu afgelopen zondag de grote prijsrit van Steenbergen Naren ook. Ook door hem georganiseerd. Dus, en het was de eerste editie na een korte pauze van die koers dat ze opnieuw werd georganiseerd. En het is toch direct meteen een succes geweest. Veel volk op de been, veel positieve commentaren van de renners die daar hebben meegereden. Dus chapeau voor Ben. En terug in Arendonk, hè, in de streek van Rick van Steenbergen. Want vroeger was de Memorial altijd in Aartselaar. Werd hij daar gereden. En jij bent ook van Arendonk, Dries van Gestel. Ja. En je kon jammer genoeg niet deelnemen. Nee, jammer genoeg. En het is eigenlijk heel jammer. Ik had er graag bij geweest, de koers in Arendonk. Die wegen, ik fiets daar iedere dag. Letterlijk iedere dag. En ook de grote ronde. Dat is ook Kasterlee, Lichtaard, Geel. Dat zijn ook allemaal mijn trainingswegen, de smalle wegen die ze daar hebben opgezocht. Dus toen ik die beelden zag, prikte het toch wel dat ik niet kon meerijden. Dat kan ik me inbeelden. Intussen hebben ze toch nog altijd een kleine voorsprong. 11 seconden wordt weergegeven voor Reinders en Kant. Jelle Kant, dat is de jongste broer van Sanne Kant. De drievoudige wereldkampioene in het veld. En de mannen van Wallonie-Bruxelles hebben het daarachter even geprobeerd om het meteen dicht te rijden. Maar voorlopig hebben ze wat steun nodig in de jacht op deze twee. Ja. Maar het is nog ver. Nog 143 kilometer. Ik heb wel de indruk dat ze iets uitlopen. Ze blijven met twee eigenlijk redelijk stevig doorrijden. Ik heb wel de indruk dat de Elmar de motor is van de groep. En daarachter stokt de samenwerking een beetje. Dus dat is alleen maar gunstig voor deze twee mannen. Ja, op het moment dat je het zei, inderdaad. Kant, kijk eens, dat is al een beetje grimassen in het wiel van Reinders. Ja, ik heb ook met Elmar gereden en ik kan u verzekeren dat dat wel een locomotief is. Ideale man voor in de ploeg te hebben. Zometeen gaan ze hier voor de derde keer passeren. En
En dan hebben we nog 8 ronden af te leggen. Hier zitten we al in de laatste halve kilometer. Voilà. De vaste camera's. Ja, mooi beeld. Men ziet, het gat is toch al redelijk groot geworden. En de tijd loopt mee sinds ons duo de streep heeft overschreden. En het zijn de mannen van Hubo die nu het commando voeren in het peloton. Ja, denk Jelle Mannaerts dat daar de snelle man is. Dat ik maar daar gezien heb in positie 4-5. Dus toch ook wel altijd goed voor mooie resultaten. En benieuwd wat hij vandaag kan doen. Nu weer kant in die fase van het parcours waar het een beetje keren en draaien is. Altijd weer optrekken na die bochten. Hier een chicane. Ja. Zo ver mogelijk uitdraaien om alles sneller bij te houden. Dat is het voordeel dat natuurlijk als je op kop rijdt. Dan kun je kiezen waar je rijdt en de ideale lijnen rijden. 16 seconden hebben ze. Hun voorsprong breidt een beetje uit. Ja, Jelle Kant, die rijdt in het zwart, hoewel dat die aan het seizoen begonnen is bij Tartaletto Isorex. Ja, dat klopt. Hij heeft nog eind augustus nog een wedstrijd voor die ploeg gereden. Ik weet niet hoe het komt dat hij nu als individueel renner aan de start staat. Ja, want die ploeg staat ook gewoon aan het vertrek hier. Ja, inderdaad. Ik weet niet. Misschien is er een klein meningsverschil gebeurd. Dat mag ik niet zeggen, dat weet ik niet. Dus we zullen het misschien eens zelf moeten vragen. Hier ook die kleine steentjes, dat is eigenlijk heel moeilijk om over te rijden. Je krijgt nog altijd iedere ronde een klap. En ja, in het peloton is het toch ook wel oppassen geblazen. De eerste 5 of 10 renners die hebben daar weinig moeite mee. Maar vanaf positie 15, 20 en verder is het echt wel moeilijk om één de obstakels te zien en de rond te sturen. En dat zorgt ook wel dat die kleine passage wel een groter impact heeft naar het einde van de koers toe. Het is niet zo dat het gemakkelijk is om van achter in de peloton te blijven zitten en naar het einde toe naar voren te komen, want dan kunnen we wel eens bedrogen uitkomen. En voor verrassingen komen te staan op dit stuk, ja. Een peloton van een dikke 80 deelnemers hier vandaag in Puttecapelle. Met als belangrijkste ploegen Rompot Charles van hier leider Elmar Reinders. Maar dus ook een stevige afvaardiging van Sport Vlaanderen Baloise. Wallonie Bruxelles is er ook bij met de afscheidnemende Kenny De Haas. Hij rijdt hier de laatste koers van zijn carrière en dat geldt ook voor een ploegmaat van jou, Dries. Ja, voor Prepe van Hekken. Ja. Prepe van Hekken, sorry. De wegkapitein. Hij stopt ermee, hij heeft een mooie carrière gehad. Ik denk Belgisch kampioen dat wel een mooi resultaat is geweest. En het feit dat hij heel dat jaar, het volgende jaar met die trui heeft mogen rijden. En dat was ook tevens mijn eerste jaar bij Sport Vlaanderen. Dus toch wel wat van opgestoken. 2015 was het dat Prepe van Hekken toch het Belgische wielrennen verraste door Jurgen Roelands te kloppen. Ja. In de strijd om het Belgisch kampioenschap, om de tricolore. Greg van Avermaat werd daar derde toen.
Intervuren was het als ik me niet vergis. Ja, een sprint. Ik denk redelijk, dat ik me nog mee herinner, redelijk lang rechtdoor. Valsbal bergop. En Preben, als hij zijn zin op iets gezet heeft, dan kan hij altijd ietsje meer. En ja, ik denk dat het redelijk vroeg begonnen is. En ja, hij klopt daar Jurgen, dus ja, sterk. Ja, want Roelands, zeker in die periode nog, werd als op papier altijd als de snellere man gezien. Ja. Werd ook voordien zelf Belgisch kampioen in een sprint. Ja. Dus dat leek binnen voor Roelands. Ja, de koers heeft soms rare wendingen. En dat is ook het mooie aan het wielrennen. Er kan van alles gebeuren. Het is niet omdat je 9 keer de sprint wint van iemand anders, dat je de 10e keer ook gaat winnen. En dat is wat daar gebeurd is. Dus dat is wel mooi. We zagen het ook op het afgelopen WK, hè, waar iedereen wel ervan uitging dat Trentin die sprint zou winnen. Ja. Ja, van de kopgroep. En plots was daar Mats Pedersen. Ja, het is, dat is het mooie eraan. Ik had ook de indruk dat Trentin eigenlijk de betere indruk gaf van die drie. Of van die vier toen Moscon er nog bij was. Dus hij gaf eigenlijk wel de beste indruk. Maar ja, in de laatste ronde is het toch ergens misgelopen en bleek Mats Pedersen de sterkste. En je zag ook de sprint toen Matteo Trentin aanzette. Was de echte versnelling die dat we van hem kennen, was precies wat zoeken. En ja, Pedersen kon er redelijk goed remonteren en door een sterke sprint naar de wereldtitel rijden. Edouard Plankaert, die het gaat proberen. Om de oversteek te maken, om de kloof van 23 seconden nu toch te overbruggen met de twee leiders, met Jelle Kant en Elmar Reinders. Ja, er gaan nog een paar. Komt nog een tegenreactie van Medek en nog iemand van Vlaanderen op wil. Ik denk dat. Ik mag het niet zeker zeggen, maar ik denk dat Timo Willems is. Dus ja, ik ben nu wel verplicht om mijn ploegman te herkennen op tv. Absoluut. Maar het is Timo, ja, ik ben het zeker. Goed gezien. Hier op de voorgrond ook een Brit, geloof ik. Ja. Eenzame Brit die hier deelneemt. Er zijn zo nog wel wat eenzaten. Damien Clayton, denk ik. Ja, van Ribble Cycling. Nou, en zij blijven gewoon doorrijden. Zij gaan niet wachten. Ze verstaan elkaar, Reinders en Kant. Ja, hoe sterk Reinders ook mag zijn, hij mag niet alleen vallen. Dus hij moet wel zien dat ze met twee aan boord blijven. Of dat Jelle Kant aan boord blijft. Want alleen is nog ver. Er is daar nog volk op komst. Mannen van Hubo opnieuw en Piotr Havik zag ik daar ook even door het beeld flitsen. Die was zondag nog derde in Arendonk, de sterke Nederlander. Nou, bezig aan een goed seizoen. Ik heb mij horen laten vertellen dat hij ook samen met Reinders naar Riewal zou gaan. Dus toch een mooie opstap voor hem. En hij verdient het ook. Ja, Piotr Havik. Al een paar seizoenen dat hij op een hoog niveau rondrijdt, zeker in dit soort koersen. Ja, die ploegen die doen het dan toch maar. Mooie koersen gereden. Door één al aan de start te staan in die wedstrijd is al mooi. En door dan nog eens Zottegem te winnen, na ook een heel sterke finale, want ik zat er ook bij in die koers. Dat was toch wel redelijk impressionant. De grote prijs stad Zottegem. Ja. Ook, ik zat ook in die kopgroep en ik was niet mee met Havik, met Piotr. En ik kreeg dan de opdracht om proberen Noppen in stelling te brengen, Christophe Noppen, in stelling te brengen voor de sprint. Om eventueel te winnen. En er bleef twee man voorop. En Christophe werd derde. Dus
Ja, dan zou je kunnen zeggen dat ik mijn werk niet goed heb gedaan om Piotr terug te grijpen. Maar dat wil toch ook zeggen dat hij het niet onverdiend gewonnen heeft. Nee, en het komt er altijd op neer. De benen moeten het nog kunnen natuurlijk op bepaalde momenten. Hè? Ja, het was een heel zware wedstrijd eigenlijk. Vanaf de start al, vanaf kilometer 10 of 15, met een redelijk grote groep weggereden. Redelijk veel renners van Corendon Circus, nu vandaag hier niet aanwezig, maar die waren daar wel goed vertegenwoordigd. Ook Wanti was daar mee. Ik en Noppen waren enkel van Vlaanderen mee. Dus we hebben daar wel op veel moeten reageren. En uiteindelijk werd de groep uitgedund tot een groep van 15 renners. Waaruit Tapioter dan de sterkste bleek en alleen naar de finish kon rijden. Ja, hier nog wat kasseitjes. Vijftien seconden nog op de eerste achtervolgers. En we zagen daarnet ook dat Prebe van Hekken zich ging bemoeien in het peloton met de achtervolging. Ja, het is wel de laatste koers, maar hij wil er nog altijd 100% voor gaan en dat siert hem ook. Na 17 profseizoenen. Ja. En hier krijgen we een tegenaanval van Joris Segers. In Berendrecht. In Berendrecht. Een café. Ik kan het net niet lezen. Ja, ik denk vroeger reden we hier helemaal rechtdoor. Maar nu gaan we hier een bocht naar rechts nemen en dat is het nieuwe stuk. En ik vermoed dat daar ook wel redelijk smalle wegen zijn, die ik volgens de beelden die ik al gezien heb. Het zijn de wegen die ook met de Antwerpport Epic aangedaan worden. Ten noorden van Antwerpen zitten we. Berendrecht dat trouwens deel uitmaakt van de stad Antwerpen. Joris Segers, goed gezien Dries. Ja. Die waagt de oversteek en die gaat daarin slagen, zo lijkt het wel. Ja, hij gaat stevig vooruit. Ook grote versnelling. Ja, een heel sterke coureur ook. Bij de jeugd altijd een veelwinnaar geworden. En een helm van Trek Segafredo op. Ja, ja, ook. Viel me wel op eigenlijk. Ook een fiets van Trek, dus... Daar is hij, Joris Segers. Ja. We krijgen een trio vooraan. Nou, het feit dat hij er redelijk stevig naartoe rijdt, toont toch aan dat hij ook in die grote versnelling kan rondkrijgen. Toont toch ook aan dat hij wel in orde is. En ik denk dat die twee hier vooraan er wel content mee gaan zijn. Nog een locomotief erbij. Ja. En zo krijgen we drie renners vooraan. Reinders, die al wat proviant binnenspeelt. En Segers die meteen mee gaat ronddraaien. Ja, dat is mooi inderdaad. Hè. Het feit dat je de overstap gemaakt heeft en meteen beseft van het is in ieder moment om van achter te blijven zitten, even te recupereren. Alhoewel dat de meest voor de hand liggende keuze zou zijn. Maar toch ook wel sterk van hem, van Joren. Stijn de Bok daar vooraan. Ja. Hier Lionel Tamignot. De man van Wallonie-Bruxelles. Op 15 seconden van deze drie.
Zijn Elijze gaat zich ook eens laten zien. Vooraan. In het peloton dan. Nou, die gaan we denk ik toch niet op kop rijden of het initiatief nemen. Omdat zijn ploegmaat Elmar voorop rijdt. Dat is afstoppingswerk inderdaad. Ja. En hier aan de gezichten te zien wordt het toch echt stevig doorgereden. De wind, ik denk schuin in de rug. En hier een mooi beeld, alles in één shot. En de kerncentrale van Doel op de achtergrond. Ja. Dit zijn de wegen van de Antwerpport Epic. Dat is het de favoriete streek waar Ben Simmons zijn koersen langs laat passeren. Nou, het is eigenlijk een regio die niet echt veel wordt aangedaan in wedstrijden. Maar toch wel leuke koersen kunnen opleveren. Ja, en de voorbije jaren, tot vorig jaar, werden hier ook Belgische kampioenschappen georganiseerd voor elite renners zonder contract en voor belofte. Ja. Dat is ook in deze streek op deze wegen. Ja, klopt. Stijn de Bok werd daar onder andere nog Belgisch kampioen. Ja, en Jordi van Dingenen, denk ik. En Jordi van Dingenen. Ook present in dit peloton. Die is er ook bij vandaag. Er zijn er nog die de oversteek willen wagen. Een paar enkelingen en dan eentje van Wallonie Bruxelles in de reactie. Ook weer de Bok daar. En dan is er nog een duo opkomst. Ja, Johan. Kenny Molly. Kenny Molly. Daar in de laatste positie. En die Prebe gaat ook verantwoordelijkheid nemen en er naartoe proberen te rijden. Hij kent natuurlijk ook Stijn de Bok van bij de parelvissers. En hij weet natuurlijk ook als hij gaat, dan kan Prebe niet achterblijven natuurlijk. Ja, Stijn de Bok, Prebe van Hekken, Oliver Naassen, Greg van Avermaat, allemaal parelvissers. Ja. Vast trainingsgroepje. In hun streek daar in Oost-Vlaanderen. Ja, maar nu gaan ze dan. Als Preben. Ik vermoed niet dat Preben nog veel gaat blijven trainen of veel gaat koersen. Dus gaat ze toch een andere trainingsmaat moeten zoeken. Ja, hij wordt vertegenwoordiger, hè? Ja. Preben van Hekken. Na zijn actieve carrière, dus na vandaag. Ik weet niet hoe snel hij die job zal opnemen, maar hij vertrouwde dat de speaker toe, daar straks op het startpodium, dat hij een job als vertegenwoordiger gaat uitoefenen. Hij blijft wel in de wielrennerij, want het gaat om een merk dat materiaal maakt. Ja, klopt. Dus, hij heeft ook heel veel kennis en connecties. Binnen de wielerwereld en is het altijd aangewezen om zo iemand de contact te laten leggen en de sponsoring te verzorgen voor materiaal. En dat is alleen maar goed. Hopelijk verteert hij die overgang vlot, want ik kan me wel inbeelden als je 17 jaar prof bent geweest, dat het niet eenvoudig is om zomaar over te stappen naar een dagelijkse job. Maar goed, daar is de ene man of mens tegenover de andere natuurlijk. Bij de ene gaat dat heel vlot en de andere heeft daar meer moeite mee. Zo gaat dat in het leven. Ja, klopt. En door al die versnellingen is hun voorsprong toch wat geslonken. Op het moment dat Segers erbij kwam, hadden ze nog wel iets meer dan wat er nu nog van overblijft. Want het is weer Stijn de Bok daar in de achtergrond die een versnelling plaatst. Eentje van een ploegmaat van Reinders wel op het wiel. Maar vrijheid, die krijgen ze niet. Nee, er zijn nog te veel renners in het peloton, of te veel ploegen in het peloton, die geen mannetje mee hebben. En dan zorgt ervoor dat dat peloton actief blijft. En dat de kopgroep nog niet kan wegrijden. Nee.
En dat is wel mooi om te zien dat we zo in een openingsfase meekrijgen hoe er gestreden wordt om een kopgroep bijeen te krijgen. Dat is vaak iets dat je mist. Ja, dat klopt. Soms, als ik sommige wedstrijden opneem en ik kijk ze s'avonds nog een keer terug. En ja, je ziet dan 8 renners of 5 renners of 4 renners op kop rijden, vroege vlucht, 8 minuten voor, 5 minuten voor. En dan, ja, dan wordt er gezegd van oké, ja, 4 renners op kop, ja, geen probleem, vroege vlucht. Maar ik kan u verzekeren, daar wordt heel hard voor gestreden om daarin te zitten. Om die publiciteit te nemen. En ook van de ploegen, van de ploegleiding uit, wordt er wel gezegd van ja, kijk jongens, belangrijke wedstrijd. Probeer die publiciteit mee te nemen. Maar veel renners zitten er met dat gedacht. En dan wordt er echt voor geknokt om mee te zijn. En dat wordt soms wel vaak vergeten. Want ook dat moet, heb je heel goede kwaliteiten voor nodig als renner. Om voorop te rijden. Dus het is niet zo dat je dat zomaar cadeau krijgt. Nee, zowel mentaal als fysiek is dat niet te onderschatten. Zes seconden hebben ze nog. Volgens de weergave daar. Nu lijkt het dat ze terug een klein beetje aan het uitlopen waren. Omdat er wat slag om slinger gedemareerd wordt in het peloton. En hè, kijk nu. Man van Siebel, ik denk dat Glenn de Bruyne is. Die op kop rijdt. Ja, die voelt ook natuurlijk. De renners in mijn wiel hebben het gemakkelijk. En ik ga het gaat natuurlijk niet alleen toerijden. En dat zorgt ervoor dat de drie koplopers terug wat seconden kunnen terugnemen. Voorbij de zone waar de ploegen zich geïnstalleerd hebben. Net zag u Sport Vlaanderen Baloise aan de rechterkant staan. Dus we zijn weer bijna een rondje verder. Nou, hier terug Sport Vlaanderen op kop. Ik denk dat terug Edward Plankaart is aan de stijl te zien. Met daar direct op het wiel een mannetje van Hubo. Dus ja, die gaan natuurlijk niet overnemen. En kan je dan wel terug stil. Ja, en dan krijgen ze weer wat. In de laatste halve kilometer van het rondje. Daar zijn ze. Segers, Reinders en Kant. Houden zij het de volgende ronde ook nog uit? Het zijn telkens weer prikken en dan weer kijken wie is er mee, wie niet. Wie reageert, wie niet. Mooi omzien. Ja, en ik zag dat je daarnet renners hun vestje uitdoen. Dus dat is toch een teken dat er goed stevig wordt doorgereden. Meer dan 100 kilometer nog. En als je het dan al warm krijgt, dan belooft dat voor wat er nog volgt vandaag. Voilà, Mama Kant is er ook bij. Ja. Ze gaat niet alleen met Sanne naar de cross, maar is er ook voor de jongste op de weg. Ja, natuurlijk, een wielerfamilie, dat leeft echt. Het zijn vooral ouders, grootouders, supporters, die vaak meegaan naar de wedstrijden en die dan ook behelpen of verzorgen met drinkbussen aan te geven, met de voorbereidingen voor de koers te treffen. Dus ja, dat leeft wel, de koers, bij de familiekant. Ze zitten er ook allemaal in natuurlijk, want Sanne is het uithangbord van het vrouwenveldrijden. Kevin Kant die heeft een hele tijd op een elite renner zonder contractniveau gereden. Is ook nog eens in die categorie Belgisch kampioen in het veld geworden, geloof ik.
En is dan na zijn actieve carrière in dienst gegaan bij Christophe Roodhoofd als mechanicien. En staat ook stevast in de materiaalpost voor zijn zus, voor Sanne. Ook vaderkant is er daar altijd bij. De mannen die de fietsen van Sanne verzorgen, dat zijn de vader en de broer. Ja, en daar ging een drinkbus uit de fiets. Dus nu gebeurt het hier in het peloton, in de kopgroep. Maar als dat bij de tiende renner van het peloton gebeurt, ja, dan moet je daar wel voor oppassen. En er gaat niet meteen door gevallen worden. Maar dat zorgt er wel voor dat je moet opletten. Misschien in de remmen gaan. En als je in de remmen gaat, verlies je de snelheid. En moet opnieuw terug optrekken. En dat kost krachten. Dus daarmee maken dat je bij de eerste renners van het peloton zit. We zien daar terug een tegenreactie. Renner of drie? Ja, renner van Beat, de man, de Brit denk ik. Clayton van Ribble. Het is Segers die een stevige beurt voor zijn rekening neemt. Ja, blijft maar doormalen, dat groot verzet. Mm-hmm. Het is opvallend, ja. Ja, het is. Ja, als dat voor hem werkt, dan zeker doen, zou ik zeggen. En ik denk daar ook op kop de Bok, ja, aan de stijl te zien. Inderdaad, dat lijkt me ook het silhouet van Stijn de Bok. Blauwe fiets. Ja, en dat is dan Piotr Havik van Beat of Guillaume Seye. Want maar twee renners van Beat aan de start. Ja, klopt. 50% kans. Ja. 1 op 2. Corendon Circus, de ploeg van Tim Merlier, Dries de Bont en natuurlijk Mathieu van der Poel. Die was hier ook aangekondigd. De ploeg althans, Mathieu van der Poel natuurlijk niet. Maar die was hier ook aangekondigd vandaag. Maar die hebben dan gisteren in laatste instantie toch afgemeld. Komen niet aan de start. Ja, ik denk ook, de jongens hebben ook een heel zwaar wegseizoen gehad. Afgelopen zondag dan nog de grote prijsrit van Steenbergen gereden. Waar ze als ploeg toch wel een heel sterke prestatie neerzetten, mag gezegd worden. Met de winst voor Dries de Bont. Jimmy Janssen was tweede. En dan Tim Merlier vijfde. Dus wel heel sterk als ploeg gereden. En ik vermoed ook dat dat wel heel veel krachten heeft gekost. En dat ze zich niet meer 100% fris voelen om hier vandaag nog te koersen. Wat enigszins wel te begrijpen valt, maar natuurlijk ook wel jammer is. Ja. Want dat is toch... Ja, en ik denk dat het Seyen is, Guillaume. Guillaume Seyen, inderdaad, met Stijn de Bok en Damien Clayton. Die drie op 8 seconden van de kop gaan zij de aansluiting maken. Dat zou wel eens kunnen. En dan krijgen we er 6 vooraan. Hier is hij. Damien Clayton van Ribble. Stevige kerel. Groot. Gespierd. Ja. Alleen maar goed voor mee te hebben in de kopgroep. Daar kan een type als Stijn de Bok en Jelle Kant zich eens achter verschuilen als nodig is. Ja, maar zij zijn ook, ook stevige, sterke renners die daar wel een heel strak tempo kunnen rijden. Mm-hmm. Dus ik denk als die twee groepen hier samenkomen, dat ze wel stelselmatig hun voorsprong kunnen uitbouwen. En ja, kijk, 20 seconden op het peloton, groep 1. Dus ja, we gaan ik denk naar een mooie kopgroep. Bevestiging, Seyen, Clayton en de Bok. En ja, zij gaan de aansluiting maken. Hè. Dit beeld, misschien bedriegt het nog een beetje qua afstand, maar... Ja, Guillaume Seyen gaat samen met Piotr Havik en peloton dan.
ook volgende week de Chrono Champenois betwisten, denk ik. Dus voor hen is het nog niet de laatste wedstrijddag. Dus nog even de focus op de fiets houden. Ja, na vandaag. Dit is de laatste wedstrijd in België, voor een goed begrip. Maar er wordt nog altijd gekoerst. Er is zelfs nog een World Tour koers in China. Klopt. De Ronde van Guangxi. Ja. Ja, alleen maar goed dat die wedstrijden er ook... China zich ook wil profileren als wielerland. Zal ik, ja, het is moeilijk om China een wielerland te noemen, omdat het zo groot is. Maar toch mooi dat de provincie Guangxi een wedstrijd wil organiseren. En ik denk ook het UCI-gala op het einde van het seizoen, waar de grote winnaars gehuldigd worden, vindt ook daar plaats. Dus ja, er zijn wel renners die daar naar uitkijken. Ja. Ik denk Victor Kampenaars werd daar gehuldigd voor zijn werelduurrecord. En dan vermoed ik ook wel de toerwinnaar en de grote rondewinnaars die daar felicitaties krijgen. En we krijgen de samensmelting van de twee groepjes op dit moment. Stijn de Bok die het laatste gaatje heeft gedicht. En nu zijn ze met 6 vooraan. Segers, Reinders, Kant, Clayton, Seye en de Bok. 24 seconden hebben ze. En krijgen zij nu met z'n 6 meer vrijheid dan de vorige pogingen. In elk geval, die eerste 3 daar, die zijn al een tijdje weg. Bij het begin van deze uitzending gingen Reinders en Kant er vandoor. En toen hadden we nog een 150-tal kilometer te gaan. Dus zij zijn toch al een enkele tientallen kilometer in de aanval. Ja, en Reinders oogt goed. Heel gedreven. En oké, het is nog wel vroeg, maar ik denk dat zij wel erin geloven dat dit kans op slagen heeft. Ja, en zo moet Rompot-Charles, althans de rest van Rompot-Charles, zich niet bekommeren om een achtervolging. En kan Michael van Staaien, die hier ook aan de start staat, snelle man uit de streek, voorlopig in het peloton de kat uit de boom kijken. En ik denk wel dat we een redelijk kopgroep hebben met mannen die aan elkaar gewaagd zijn. En dat is alleen maar goed voor de samenwerking. Want als er iemand is die vele malen sterker is dan iemand anders, die kan hem gewoon kapot rijden. En dan stokt de samenwerking, begint het niet meer om te draaien. En dan kan het wel eens rapper gedaan zijn als dat je gewoon één homogeen tempo rijdt. Ja. Een halve minuut hebben ze, dus de voorsprong stijgt wat. Ja, goed gezien van Joris Segers om naar de kopgroep te springen. En hier toch nog een reactie van Sport Vlaanderen Baloise. Ja, weer Edward Plankaart. Meteen eentje van Rompot op dat wiel. Ja, twee grote blokken niet vertegenwoordigd vooraan. Dat is Sport Vlaanderen Baloise en Wallonie-Bruxelles. Ja, klopt. Ja, voorlopig 6 man in de vlucht. Nu bij Vlaanderen hebben ze wel... staan ze hier met een sterke ploeg aan de start. Ik denk een renner of... 9 à 10 renners met toch wel wat snelle mannen. Amaury Capiot, heel goed aan het rijden. Christophe Noppen, ook afgelopen weken goed op dreef. Met een paar dichte ereplaatsen, dus ik denk dat zij ook wel mogen geloven in hun kansen. En Van Hekke, die ongetwijfeld er in zijn laatste koers nog wel wat wil van maken. Ja. Thank you.
49 seconden wordt nu gemeld. Maar jij wilde wat zeggen, Dries? Ja, Edward, we krijgen nu zijn naam in beeld. Hij verdient toch ook wel de aandacht die hij verdient. Eigenlijk een heel goede ploegmaat. Altijd 100% inzet voor de ploeg. En durft soms wel eens zijn eigen resultaat vergeten om de ploeg te helpen. En ik heb aan hem ook wel heel veel te danken in de klassiekers. Omdat hij toen ook nog bij mij zat in Gent-Wevelgem en mij een paar keer goed naar voren heeft gebracht. Waardoor ik toch wel een klein beetje krachten kon sparen en zo'n een mooi finale kon rijden. Dus bedankt Edward. Ja, en jij hebt een bijzonder goede beurt gemaakt, hè, in dit voorjaar. Met een week na Gent-Wevelgem ook nog een prima prestatie in de Ronde van Vlaanderen. Waar je een 13e plaats aan overhield. Ja, klopt. Klopt. Daar was ik eigenlijk verbaasd over. Ik had niet gedacht. Ik wist dat ik wel goed in vorm was en in goede doen was. Had ik de week ervoor in Gent-Wevelgem bewezen. En in de E3-prijs ook. Maar die prestaties waren niet aan het publiek niet zo hard opgevallen, omdat ik toch een klein beetje pech had gekend. Gent-Wevelgem, 3 lekke banden. Dan nog een valpartij en daar was het resultaat niet waar ik op gehoopt had. En ik heb me dan voorgenomen om iets voorzichtiger te zijn in de ronde. En proberen uit de problemen te blijven. En ja, de omstandigheden vielen in de plooi. En plots zat ik de laatste keer Quaremond nog in een elitegroep van allemaal toppers. Die werd dan uitgedund. En op de Paterberg ben ik positie 2 opgedraaid. En toen begon ik er echt in te geloven. Omdat ik voor een Sagan, voor een Van Avermaat zat. En dat was wel heel speciaal. En ook die slag overleefd. En dan gingen we naar de finish. Enkel Bettiol was ontsnapt. En dan gingen wij sprinten voor plek 2. Maar ik moet eerlijk toegeven, in de laatste kilometers wist ik niet meer goed wat doen. Ik was een beetje zo onder de indruk dat ik nog in die groep zat. Dat we plots in de laatste kilometer kwamen. En ik nog geen deftig wiel had gekozen om te sprinten. En daardoor ben ik maar 13e geëindigd. Misschien dat er meer in zat, dat weet ik niet. Dat mag ik niet zeggen. Maar ik voelde me alleszins wel goed die wedstrijd. Heb jij Bettiol zien vertrekken? En daar zat heel veel sneeuw op. Ja, want dat werd achteraf gezegd door velen, hè, hoeveel daar wel niet op zat. Ja, in die fase van de koers vooral. Hè. Ja, vooral in die fase. Ik denk, als we dat na 20 kilometer of na 50 kilometer wedstrijd hebben, de Quaremond, dan wordt er ook wel hard naar boven gereden. Of wordt er, kun je maximaal inspanning doen aan 100% van je kunnen. En na zo'n wedstrijd, na 250 kilometer was dat toen, denk ik. Na zo'n wedstrijd kun je misschien nog maar 90% van je kunnen. Maar bij Bettiol zat er echt wel nog 99% van zijn beginwaarden aan. En dat was echt wel sterk. Alberto Bettiol, de Italiaan die met de Ronde van Vlaanderen de eerste zege in zijn carrière pakte. En wat voor een. En intussen zijn jouw ploegmaat Dries aan een georganiseerde achtervolging bezig, want het verschil met de kopgroep is opgelopen tot 1 minuut. Is dit een fase van controle of hoe moeten we dat zien? Ik denk dat ze gaan controleren. Ze hebben heel veel vertrouwen in Amaury en Noppe om er een mooie sprint van te maken. Mannen zijn goed in vorm. Ze zijn ook gebrand om een goede koers te rijden. En ik denk wel dat hen gaat lukken. Het seizoen met een goed gevoel afsluiten. Hoe belangrijk is dat voor zo'n koers als vandaag? Ja, dat is altijd leuk. Het is altijd leuk als je met een goed gevoel de winter ingaat. En dat houdt je ook gemotiveerd om een goede winter door te maken, goed te trainen naar volgend seizoen toe. Ze gaan hier nu toch wel stevig doorrijden. En het is toch Amaury die de forcing voert. Nu Thomas Sprengers.
Ja. Inderdaad, dat is een stevige versnelling. Hè? Ja. We zagen het daarnet ook aan het grimas van Preben van Hekken. Ja, en vol overgaven. Terwijl de man van Rompel teken doet dat onze motor te dicht zit. Ja, dat Justin, is ook traditioneel natuurlijk. Justin Timmermans. Want hier zit er eentje van zijn ploeg vooraan. Elmar Reinders. Ja, de zes hebben toch al een mooie voorsprong. Netjes een minuut bij elkaar gereden. Met twee zijn ze eraan begonnen. Reinders en Kant. Daar is Segers bijgekomen. De man die aan de leiding rijdt en al heel wat aan de leiding heeft gereden, is onze indruk. En daar zijn er dan nog drie bijgekomen. Een Brit. En dan Guillaume Seyen en Stijn de Bok. De Brit is Damien Clayton. Hier ziet u hem, ja. Door beeld schuiven. Ribble Pro Cycling. Ik moet eerlijk zijn, ik ken de ploeg niet. Maar met het WK tijdrijden te bekijken. Met de mixed team relay waren er ook twee renners van die ploeg die voor Groot-Brittannië meereden. Ah ja. En ja, ze hebben daar toch een derde plaats gepakt. Dus ja, daar leeft wel een tijdrit. Mentaliteit. En dat zie je ook aan Clayton. Hoog opgetrokken aerosokken. Handjes op het stuur. Dus ja, hij zal zeker input hebben gehad van zijn twee ploegmaten. Hoog opgetrokken aerosokken. Niet te hoog natuurlijk, hè, Dries. Nee, ja, daar is, daar zijn regels voor. Daar is veel om te doen geweest. Niet hoger dan de helft van de kuit, of hoe zit dat weer? Ja, klopt. Er is een soort van apparaat om het te meten. Volgens hetgeen dat ik gehoord heb, zou het één uiteinde op uw enkel moeten staan en het andere uiteinde op uw knie. En daar de helft van, zo hoog zouden de sokken moeten komen. Ja, goed. Het probleem daarbij is dat sokken in bepaalde maten worden gemaakt, dus nooit echt op maat van iemand. Misschien is dat bij absolute toppers wel het geval natuurlijk, en zeker in het tijdrijden, en zeker bij bijvoorbeeld Victor Kampenaerts. Maar in principe worden sokken in bepaalde maten gemaakt en niet iedereen heeft dezelfde afmetingen natuurlijk tussen enkel en knie, waardoor het bij de ene hoger komt dan bij de andere, maar het wel dezelfde maat blijft. Dat is een beetje de moeilijkheid. Ja, klopt. En, maar ja, tegenwoordig de meeste sokken, kijk, terwijl we hem hier in beeld zien, nou, ze zijn toch redelijk hoog opgetrokken. Ik vermoed zelfs iets over de helft, maar dat is wat. Van mij mag het. Dus, inderdaad, de sokken zijn van zo'n elastische stof dat ze toch heel hoog kunnen opgetrokken worden. Maar dat moet daarom. De meeste renners doen het niet om ze expres zo hoog op te trekken. Is het ook een modeverschijnsel om ze zo hoog te trekken? Ja, dat was, ik denk het wel. Niet alleen aero-voordelen, maar ook een beetje de tijd die het bepaalt. Ja, het is wel effectief zo dat de aero werkt. Nu, met het WK tijdrijden was er veel om te doen geweest en is er gezegd en geschreven geweest dat het 2 of 3 centimeter over de helft van de kuit, dus 3 centimeter over de limiet, dat het, denk, 1 seconde op 40 kilometer zou opleveren, of 1,5 seconden per 40 kilometer. Dus ja, dat is niets en iets. Je moest maar eens een tijdrit verliezen met 0,7 seconden. Dan kunnen we erover beginnen discussiëren, maar ik vind het een beetje erover. Dus het was in die optiek dat Remco Evenepoel kort na de start in zijn WK tijdrijden die rechter sok optrok. Ja, klopt. Want hij had controle gehad voordien en ze hadden hem gezegd, ja, ze is te hoog, trek ze wat naar beneden. Dat heeft hij dan gedaan. Maar enkele meters na zijn start trok hij die weer op, die sok.
En achteraf was zijn eerste uitleg van ja, mijn schoen was niet goed vast en ik heb die dan nog wat aangedraaid. Maar schoorvoetend moest hij dan toch ook wel toegeven dat het gewoon om de sok ging, Remco Evenepoel. Ja, dat klopt. Maar om het dan terug te berekenen, 1 seconde per 40 kilometer. Ik denk dat hem wel 5 seconden zijn pedalen moest stilhouden om zijn sok op te trekken. En ik denk dat je dan wel iets meer dan 1 seconde verliest. Dus ja, het is een beetje. Het zal erom spannen, het zal niet de grote invloed hebben gehad op de uitslag. Nee, en het is misschien ook gewoon het idee op dat moment. Hè, want Evenepoel gaf vooraf al aan, alles moet volgens plan verlopen. Bij zo'n tijdrit voor mij, als ik echt op hoog niveau wil en moet presteren. En dan zit dat ook in het kopje natuurlijk. Hè. Als ja, inderdaad. Die sok niet juist zit, dan moet die wel juist komen te zitten. Ja, klopt. Ja, we krijgen hier toch Duitse ploeg, LKT Brandenburg, die hier mee op kop komen rijden. En ik denk, voilà, 27 seconden. Het verschil meer dan gehalveerd. Ze hadden een minuut, het is nu nog een kleine halve, het zestal. Ja, opvallend. Een Duitse ploeg, een Duitse vooral belofte ploeg die zich gaat moeien in de achtervolging. LKT Team Brandenburg. Zij willen er wat van maken. In de achtervolging op deze zes met nog altijd meer dan 100 kilometer te gaan natuurlijk. Ja, dat is mooi aan deze wedstrijden. Het is eigenlijk koers van begin tot einde. En dat is wel leuk om naar te kijken. Hier, voilà, Preben op kop. Vol overgave optrekken. Het typeert Preben van Hekken. Ja, je moet het natuurlijk niet leren. Hij weet ook, de renners die nu plek 10, 15, 20 in een peloton zitten. Ja, kijk, ze zijn nog altijd een bocht aan het komen. Maar als je dan achter de bocht vol optrekt, ja, dan doet het van achter zoveel pijn. En misschien de volgende ronde moest dat nog eens opnieuw gebeuren, dat het dat wel breekt. En voilà, weer al Edward op kop. Hoe zit dat weer? Edward, is het Edward Plankaert? Ja. Edward en Emile rijden bij Sport Vlaanderen. Ja. Baptiste, de eindwinnaar van de Mingo Cycling Club, die rijdt voor Wallonie Bruxelles. Dat is een broer ervan. Ik denk hun vierde broer, Olivier, die is trainer. Denk ik, dat ik mij heb laten vertellen. Dus ja, ze zijn echt wel een wielerfamilie, maar ze zijn geen familie van het andere wielergeslacht Plankaert. Met Walter Plankaert, Eddy Plankaert, daar zijn ze geen familie van, of geen verre verwant ook niet. Maar Walter Plankaert is wel de sportdirecteur van Edward en Emile. Ja, klopt, klopt. Dus daar wordt af en toe wel eens mee gelachen. Tijdens de koers is wel altijd heel leuk. Walter moet het ook niet meer leren. Wel vol ervaring en goede sportbestuurder ook. Ja. Nou, vooral, er wordt nog altijd teken gedaan naar de motor. Maar ik denk dat het gewoon de mannen zijn die dat gewoon zo rap rijden. Thomas, Sprenger hier op kop. Zet echt wel een strak tempo neer. En, je ziet ook het peloton volledig op de lint. En dat is toch. Dat zal toch wel ver boven de 50 gaan, denk ik. Nog maar eens teken naar de motor dat hij wat meer afstand moet nemen. En hier de 6. 21 seconden hebben ze nog. Ja, ik denk het peloton ziet ze ook rijden op deze moment. En Stijn de Bok was hier nu al net achterom aan het kijken, dus hij zal ook misschien de neden adem voelen. Hier op dit vaste camerastandpunt. Ja, een moeilijke bocht om te nemen.
Ik weet de keren dat ik zelf Puttenkapellen heb gereden, was het al niet gemakkelijk. En nu met de regen van de afgelopen dagen, de binnenbocht is een klein beetje nat door de wagens die voorbij rijden. En dat spitst dan op de weg. En dat zorgt ervoor dat, dat je extra moet opletten om niet weg te schuiven, om niet te vallen in deze bocht. Nu de Duitsers weer. Twee ploegen die de zes vooraan niet te veel ruimte willen geven. Ja, toch wel opvallend dat Wallen in Brussel niemand meezet. Omdat zij ook wel. De koers kunnen winnen. Ja, en ook geacht worden om de koers mee te dragen. Hè? Met Kenny de Haas. Ja, ook de laatste wedstrijd, of ja, de voorlaatste wedstrijd. Volgende week is nog zijn afscheidskoers. Georganiseerd door enkele vrienden van hem, denk ik. Ja, in Deinze een afscheidscriterium voor Kenny de Haas. Maar dit is dus wel echt de laatste koers met inzet voor hem. Voor de Brabander. Ja, hij had toch ook een mooie carrière gehad. Veel koers gewonnen, snelle man ook. Vorig jaar nog de beste in de Grand Prix de Denain. Ja, ik denk voor Wout van Aert. De week voor Roubaix. Dus... ja, hij heeft toch wel zijn kwaliteiten als renner. En ook een hele tijd op World Tour niveau gereden. Bij Lotto ploegen en ook bij Katusha even gezeten. Ja. Ik heb er nog één wedstrijd mee gereden. Als stagiair bij Lotto. Twee wedstrijden als stagiair. De Prudential Ride Londen en Kopskamp koers. En ja... Je merkt wel in de manier van doen dat dat wel een plezante persoon is, een plezante kerel. Ja. Veel plezier meegemaakt, ook tijdens de wedstrijd. En eigenlijk heel slim tijdens de wedstrijd, geen krachten verspillen als het niet nodig is. En wel wat van opgestoken, ja. Kenny de Haas, de schoonzoon van Walter Plankaert. Ja, klopt. Om bij de Plankaerts te blijven. Klopt. Ik denk afgelopen... september nog opnieuw voor de tweede keer vader geworden. Ja, van Briek. Ja, Briek en Stanneke. dus ja, dat zijn twee zonen. Ja, twee kleinzonen van Walter Plankaert. Ja, ook al een paar keer gezien op de bus. Stan dan, Briek nog niet. Maar ja, altijd wel leuk om te zien. 12 seconden hebben ze nog en in de achtergrond ziet u het. De mannen van Sport Vlaanderen Baloise gaan het dichtkletsen. Ja, en dat is natuurlijk ook niet bevorderlijk voor de kopgroep. Ze kunnen misschien nog wel rapper rijden, maar je zag Joris Segers ook al een paar keer kijken van oh, tjoe, ze zijn erbij. En dan maak ik voilà, de benen worden. Dit is het punt waarop het inderdaad gelaten wordt. Toch door de mannen die denken van even recupereren en misschien straks nog iets proberen. Ja. Maar nu wordt het gevaarlijk om... wat gaat er nu gebeuren? Stel, ze komen er volledig bij, het peloton. Dan gaat het niet... Ja, ze gaan niet stoppen rennen, ze gaan niet sprinten, want het is nog 100 kilometer koers. Nog 99 kilometer koers. Dus dan zal er allicht wel op niemand zijn die zich geroepen voelt om te demareren. En dan is het zaak om... om mee te zijn, om geen tweede keer in de achtervolging te gedrukt te worden. Voilà, Stijn de Bok wil nog wel wat. De rest, althans een aantal van de anderen, laat het gaan. U zag Joren Segers zich al laten afzakken, al beginnen eten. En denken, wat ga ik in de volgende 100 kilometer doen? Ook voor Seijen is het goed geweest. Deze vier dringen nog wat aan. De Bok, Reinders, Kant... en de Brit.
was hem al even uit het oog verloren zelfs. Damien Clayton. En toch wel chapeau van Reinders en Kant. Ze waren eigenlijk een aanstoker van deze vlucht. En dat ze zich nog niet gewonnen geven is wel mooi. Want in het begin van de wedstrijd hebben we ook gezien, het peloton was er eigenlijk zo goed als bij. Van 15 seconden naar 5 seconden. En dan zijn ze eigenlijk terug uitgelopen naar de minuut. Dus ja, chapeau dat ze eigenlijk blijven rijden. Ja, we hebben al 50 kilometer koers gehad en het heeft nog geen moment stilgelegen. En er zit een hergroepering aan te komen, waardoor we de komende kilometer weer pogingen gaan krijgen. Wie dacht dat de sluitingsprijs een parade was van een aantal rondes en dan een sprint, die is er aan voor de moeite, want het is echt koers. Reinders, snel een gelletje en dan toch nog eens aanzetten. Ja, extra bijtank. Want ja, je rijdt eigenlijk van het begin van de wedstrijd op kop. En dan gaat het energieverbruik toch wel de hoogte in. Mm-hmm. De passage door Berendrecht opnieuw. Dat is wat een eikingspunt, dat café daar. Kijk, een peloton valt een klein gaatje, denk ik. Ja, het is Clayton die nog mee is met Reinders. Ja. En dan wat volk van Brandenburg. Opnieuw een aanval, een tegenaanval. Een paar mannen van LKT Brandenburg. Ik denk Preben van Ecke. Ja, Preben. En nog eentje van Sport Vlaanderen. Ja, dat is Edward met de witte schoenen. Dus ja, ze rijden een goede koers. En ik denk dat Piotr Havik was die het zag gebeuren en die het op zijn eentje dicht reed. Daar is Van Hekke, de Belgische kampioen van 2015. En het is Plankaart die de laatste meters dicht. Voilà, daar is hij. Algemene hergroepering op 96 kilometer van de streep in Puttecapelle. Ja, nu gaan we naar de passage op de smalle weg op de dijk eigenlijk. En dan is het altijd gevaarlijk op gaten die vallen in het peloton. En dan is er opnieuw kans om weg te rijden. En Reinders die heeft er nog zin in. Veel oranje volk vooraan. Ja, Arie Livijns. Misschien ook wel meegekregen, jongens. Het is de laatste van de ploeg. Tout court. Wij stoppen ermee, maar maak er nog iets moois van. En natuurlijk ook, er zit nog heel wat volk daar bij die ploeg die nog geen contract heeft voor volgend jaar. Wie gaat daar uit? Lionel. Tamino. Ja, het is oktober. De eerste crossen zijn begonnen. En, een uitstap naar het veld. Solliciteren naar een contract naar een veldrit. We waren net over Rompel-Charles bezig. Lars Boom doet dat erbij. Het veld. Ja, klopt. Naam gemaakt in de cross. En nu toch terug naar... terug naar het veld. Ja. 6 crossen bijvoorbeeld al deze maand. Maar ik denk dat hij ook wel ogen getrokken heeft. Hoewel, hij wist dat al hoor, want vorig seizoen had hij ook al even geproefd, bijvoorbeeld in Brussel, van een veldrit. En toen zei hij achteraf al van stevig niveau. Ja, klopt.
En je ziet het ook, de renners, de crossers die op de weg komen rijden. Dat zijn stuk voor stuk goede coureurs. Quinten Hermans, om de bekendste kennen we natuurlijk allemaal, Mathieu van der Poel, Wout van Aert. Dat zijn allemaal crossers die wel echt topresultaten rijden op de weg. Maar dan ook Quinten Hermans, Gianni Vermeers. Dat zijn allemaal wel renners die ook een mooie wegcarrière hebben. Hier een slow-mo beeld van de uitstap van Lionel Tamignot naar het veld. Goh. Mooi dat hij recht blijft. Goed zijn balans gezocht. Ja, al geluk dat het droog ligt. Ja. Hier onder de A12 door. Ja, en op deze weg redelijk breed. Ik denk dat de wind, alhoewel het niet echt open vlaktes zijn, maar dat de wind toch schuin in de rug zit. En dat nodigt wel uit om hard te rijden. En je ziet ze ook allemaal op een halve weg rijden. Om de tiende renner niet meer te laten profiteren van de slipstream. En dan kan het wel beginnen scheuren. En zo kunnen ze misschien wel wegrijden. Hier, is dat het aantal dat je op zo'n vak krijgt, 10 renners? Afhankelijk van schuin achter elkaar? Afhankelijk van hoe schuin de wind, hoe schuin de wind staat. Maar ja, renners zijn natuurlijk wel ook slimme man en proberen natuurlijk zo weinig mogelijk wind te vangen. En dan is iedere centimeter dat je over hebt, is genoeg. En renners kunnen wel sturen. Of je moet kunnen sturen om in de waaier te rijden. Maar voorlopig gaat het nog niet door. Heel even weer kijken naar elkaar en eens drinken bij sommigen. Bij de volgende doorkomst nog 5 ronden. En is het plankaart die zich niet uitzakken? Ja. Nou, ook al veel op kop gereden natuurlijk. Heeft eigenlijk meteen verantwoordelijkheid genomen om het gat toe te rijden op de 6 koplopers. Dus ja, is het ook al lang in de frontlinie te fietsen. En gaat zich nu even positie 20, denk ik, 15 misschien, verschuilen. Om even op krachten te komen, misschien iets eten, misschien iets drinken. En dan denk ik wel dat we hem in de finale nog gaan zien. Tweede positie, Senelijsen. Die gaat naar Corendon Circus. Dat is eentje van de Roompot Charla die weet waar zijn toekomst ligt. En krijgen we hier een afscheiding? Ja, daar eentje van Wallonie Bruxelles die het gat liet vallen. Ja, en het uitkomen van die bocht. Dat is Jelle Mannaerts en Piotr Havik die daar proberen er naartoe te rijden, maar. Leijzen is mee, eentje van Brandenburg ook. Ja, en opnieuw Clayton. Damien Clayton. En dat is nu Aaron Verwilst. Van Sport Vlaanderen die daar achteraan zit. Ja, die ziet gevaar en probeert natuurlijk toe te rijden. Maar hij voelt natuurlijk ook. Justin Timmermans en op de linkse kant Prepe die er ook weer naartoe flitst. Was het Seijen of was het Havik? In elk geval een van het duo van. Dat is Havik. Piet Havik deze keer. En zo weer alles samen. Ja. Havik zijn stuur is een klein beetje meer à la Jan-Willem van Schip. Met, ja. Op zijn pistes. Ja, de hendels naar binnen. Ja. Om toch zoveel mogelijk aerodynamisch voordeel te krijgen. Daar Tartaletto Isorex, daar de vierde man. Michiel Stokman.
ook bezig aan een goed seizoen eigenlijk. Op het Belgisch kampioenschap bij de profs. Toch ook in de kopgroep gezeten of in de tegenaanval op Evenepoel gezeten. Maar ook altijd bedrijvig. Rijdt eigenlijk wel redelijk goede uitslagen voor die ploeg. Zijn broer Abraham is er niet bij vandaag? Nee, ik heb afgelopen koers ergens, denk ik vorige week, hem nog gesproken. En ik dacht dat zijn broer ziek was. Dat ik mij heb laten vertellen. En hier waar de sluitingsprijs in Puttecapelle ook voor een groot stuk omdraait. Bier en veel plezier. Ja, dat is gewoon gezegd. Nou, kijk, voilà. Edward heeft er weer al bij getankt en is er opnieuw mee. Daar de man van Vlaanderen. Dus. Even nog een vertraagde weergave. Ja, Lijssen Lijssen die achterom kijkt en die vraagt van hoe zit het jongens? Waarom rijdt er eentje van mijn ploeg mee om dat gat te dichten? Ja, ik denk niet dat het is Justin Timmermans, de tweede van Rompot. Ik denk niet dat Justin echt het gat heeft toegereden, maar hij reageerde op de renner van Brandenburg die naartoe sprong en hij dacht natuurlijk ook van hey, ik wil ook mee zijn. En hij mikt net gebaar door een klein beetje naar de kant te gaan en leek het dat hij eigenlijk alleen het gat toerijdt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar Senne keek net op die moment achteruit en een renner in inspanning is nogal rap gepikeerd. Op zijn tenen getrapt. En, hier is Stijn de Bok weer. Daar straks al mee in een kopgroep van 6. En hij krijgt het gezelschap van een Brit, geloof ik. Ja, Lawrence Carpenter van Team Wiggins LeCoultre. Die probeert het wiel van de Bok te bereiken. Stijn de Bok met de tong uit de bek. En een andere Brit daar was er in de reactie. Onze vriend Clayton. Het is bijzonder mooi om te zien hoe er al meer dan 60 kilometer nu gestreden wordt om een kopgroep vooraan te krijgen met een substantiële voorsprong. Ja, er wordt toch snel gereden. En we zien nu terug opnieuw Stijn de Bok, opnieuw Clayton in een tegenaanval. Met Aaron Verwulst en Kenny Molly. Van Staaien hier achteraan die een truitje uittrekt. U hoorde het de speaker ook zeggen. In de staart van het peloton, de streekrenner. Nou, dit is natuurlijk nu een ideaal moment om weg te rijden. Stijn de Bok en Carpenter die hier net voor die smalle passage door het centrum vol doorrijden. Zo kun je natuurlijk extra meters maken. Alhoewel Stijn de Bok te snel gaat. Ferme inspanning van de Oost-Vlaming. Ja, Stijn kan echt wel hard met de fiets rijden. Hij heeft ook al dit jaar denk ik een koers of 2-3 gewonnen, denk ik. Toch tegen een mooi deelnemersveld. Laatst nog in Wingenen. Ja. Allee, een koers of 2-3 dat ik waar ik weet van heb. En hier springt hij weg van achter de rug van Lawrence Carpenter. Geen zin om met de Brit op pad te gaan. Hij gaat alleen. Ja, Stijn de Bok. Ik denk dat een Brit zegt van het gaat me te snel. Ik heb geen zin om met de Bok op pad te gaan.
Ja, je ziet ook, hij heeft nog een beetje spijt van Doom. Ik had beter wel mee aangezet, omdat anders dat we toch een klein gat hebben. Het was toch een bewuste actie van de bok, hè, om er van achter weg te gaan? Ja, of niet? Ik denk dat het vooral was gewoon, ik wil overpakken, ik wil eerst door die bocht. En ja, kom jij maar in mijn wiel zitten. Ah ja. Maar ja, door die actie te doen, rijdt hij eigenlijk zijn medecompagnon eraf. En moet hij alleen verder. En dan zit de kans erin dat het dat de peloton terugkomt. Alhoewel, of een klein groepje. Dat zou natuurlijk beter zijn. Ze zijn daar terug. Ja. Het valt terug wat stil. Met Havik en Co. Nou, Havik, Ivar Slik, hier stokman van Isorex. Voilà, handje in de lucht, heeft mij gehoord. En Jelle Manarts hier met de zwarte helm van Hubo. Hij heeft een Belgische vlag op zijn helm. Dus goed herkenbaar. Ja. Man die afgelopen zomer nog Belgisch kampioen werd bij de elite zonder contract. Dus ja, sterk renner. Snel ook. Waarin er gekeken wordt wie zet de volgende versnelling in. Hier die verraderlijke bocht naar rechts. Zoals jij daar straks beschreef, Dries, met aan die binnenkant een beetje kasseintjes, ja, die dan ook nog eens vochtig liggen op dit moment. Ja, dat is nooit leuk om, om tijdens een wedstrijd te hebben, want ik denk de banen liggen over het algemeen goed droog. Ze zijn goed bereidbaar en bollen redelijk goed. En die binnenbocht ligt nu al nat en een klein beetje zand en wat modder op de baan. En dat is altijd gevaarlijk. Als renner verwachten wij daar niet aan dat dat daar is. En als je dan op het scherpst van de snee eraan komt, je wilt je bocht perfect aansnijden zoals het hoort, binnenkant bocht. En het is daar dan nat en dan loopt de kans om te vallen. Niet goed, de renners weten, op de plaatselijke rondes zijn er al een paar keer gepasseerd. Dus weten dat, dat het gevaarlijk is daar. Maar toch is het altijd wel oppassen. En je zag ook Senne, hij reed op kop door die bocht en reed redelijk de buitenkant bocht om toch geen natte plekken te raken. Om zo geen risico te lopen op de opvalpartij. Van Dingenen en Clayton. En het is weer die man van Evo Pro die een poging waagt. Ploeg hier aan de start met 5 renners. Veelal Engelstaligen en ook de Nederlander Peter Koning. Wat gebeurt hier? Hier nog eens het vaste camerastandpunt. Hier nog eens het vaste camerastandpunt aan die bocht. Een beetje verbrokkeling vooraan het peloton. Ja, daar zit ook snelheid in, hè. Mm-hmm. Thank you.
En daar is Bonny. Dat is voor het eerst dat we hem eens te zien krijgen. Jérôme Bonny van Wanty-Gobert. De enige van die ploeg aan de start vandaag. Ja. Meervoudig ex-winnaar van de druivenkoers. Lijkt daar op een bepaald moment wel een abonnement op winst te hebben. Jérôme Bonny. 3 jaar op rij. Denk ik. Inderdaad. Het is een andere van Rompot-Charles die nu eens probeert. Ah, dat was de man waar Senne Leijze daar straks wat naar gebaarde, naar Justin Timmermans. Ja. De Nederlander. Ja, ook nog een jonge gast. Gaat volgend jaar een stapje terugzetten bij een continentale ploeg uit Nederland. Volkert Wessel. Ja, ik mag de naam niet uitspreken, want ik ken het niet zo goed. Maar een continentale ploeg. Maar met wel heel veel kwaliteit. Dus ook die jongen heeft koerst volgend jaar nog, wat alleen maar goed is. En het is ook een sterke renner. Ik ben hem 2 jaar geleden in de winter in Spanje een keer tegengekomen en sindsdien een beetje aan de praat geraakt. En sindsdien als we elkaar tegenkomen in de wedstrijd spreken we altijd een paar even met elkaar. In de mate van het mogelijke natuurlijk, want ik denk niet dat er vandaag in dit peloton veel gesproken kan worden, omdat het tempo zo hoog ligt. Dat is nu al tientallen kilometers zo, inderdaad. Ga je deze winter naar Spanje, Dries? Ja. Wij gaan van half december gaan wij terug naar Spanje, naar Calpe. Met de ploeg. Met je nieuwe ploeg. Ja. Naar het... Maar de uitvalsbasis bij uitstek voor heel veel ploegen in de winter, hè? Ja. Calpe. Ja, ik denk dat we daar in de winter, in december, de ronde van Calpe kunnen organiseren, want iedere wielrenner zit daar. Of toch de meeste Belgen, Nederlanders, Duitsers, Nooren. Remco Evenepoel die plant zelfs om er een hele winter te blijven. Ja, klopt. Remco... Ik denk Remco zijn toekomst ligt vooral bij het, in de koersen bergop. En dan is daar het ideale parcours om ook op te trainen. Want er was sprake van een verhuis naar Monaco. Maar dat lijkt dus niet door te gaan. In eerste instantie gaat hij gewoon overwinteren in Spanje, in Calpe. Op welke manier dat zal zijn, daar was hij nog niet helemaal uit. Of het permanent op hotel zou zijn of ergens wat huren. Met dan eventueel nog een ploegmaat of een bevriend renner. Dat zullen de komende maanden uitwijzen. Ja, ik denk dat Remco daar wel... Remco en zijn entourage daar wel heel goed mee bezig zijn. Hij zal vast wel... al weten hoe dat zijn winterplanning er gaat uitzien. 80 kilometer nog en er heeft er nog geen enkele of en zeker ook geen groepje de vrijheid gekregen van het peloton. Vandaar dat het nog altijd goed vooruit gaat in de straten van Berendrecht hier, alles op een lint met nog 80 kilometer te gaan en dat is zo al 70 kilometer het geval. Ze gaan geweten hebben dat ze gekoerst hebben vandaag. Ja. Ik weet niet... Ik kan niet inschatten hoe lang dat ze al aan het rijden zijn of welk gemiddelde dat ze hebben. Maar dat zal wel ver boven de 40 per uur gemiddeld zijn. Met de neutralisatie bij zijn ze 2,5 uur onderweg. Ja, en dan... Toch wel een kleine 100 kilometer, dat is... Dat zal toch wel een 4,45 gemiddeld zijn. 46 gemiddeld misschien. Dat is stevig. Ja.
Ja, en de renners maken de koers, hè. Er wordt vaak gezegd van, oké, ja, een vlakke koers, veel rechtdoor, 3, 4, 5 bochten, hier en daar een smalle passage. Maar het zijn nog altijd de renners die de koers maken en die het lastig maken. Ik heb gezien de Memorial Rick van Steenbergen, was eigenlijk ook ja, helemaal vlak. In de Kempen is het zo goed als vlak, maar er was toch ook een gemiddelde van, ik denk 46 per uur. En ik heb de gezichten gezien na de wedstrijd en tijdens de wedstrijd dat er veel renners gewoon het tempo niet meer aankonden en moesten afhaken. En ja, dan mag er nog zoveel gezegd en geschreven zijn over, over het parcours. Het zijn nog altijd de renners die, die bepalen hoe de koers verloopt. Ja, een bevestiging van jouw berekening, Dries. Inderdaad, ze zitten boven de 45 gemiddeld. Met opnieuw Elmar Reinders en Stijn de Bok die daar een poging ondernamen. En ook de man van Evo Pro die nog eens probeert. Maar echt wegrijden, moeilijk. Nou ja. Ik was aan het kijken en ik denk nu ook van, ja, ik ga hier niet alleen doorrijden. En je ziet ook aan zijn gelaatse uitdrukkingen dat hem niet vol doorrijdt in de hoop dat er nog iemand alleen kan terugkeren. Want alleen is het onbegonnen werk. Ja, het is toch opvallend, hè, hoe lang het nu duurt. En we juichen dat alleen maar toe natuurlijk, want zo is er altijd wat te beleven. Maar in principe had je nu toch wel een ontsnapping verwacht die langer zou dragen. Hoe wordt dat dan bepaald? Of is dat gewoon het gevoel van de dag en de omstandigheden? De omstandigheden, ja. Het kan ieder moment gebeuren. Het kan zijn als de speeder de weg de A12 onder doorrijden en dat de vijfde renner van het peloton zijn benen stilhoudt, dat alle goede renners of alle ploegen een rennertje mee hebben en dat de koers gereden is. Daar gaat het ook vaak om, hè? Welke ploegen hebben iemand mee? Ja, klopt. Ik zag daarnet, toen de 6 voorop waren, toen zag ik Preben alles eerst naar zich laten uitzakken om met de wagen te praten, met de ploegleider te praten van hoe zit het, wat gebeurt er? Wie is er weg? Moeten we initiatief nemen? Moeten we nog even wachten? Moeten we die laten sudderen, om het zo te zeggen? En zo naar een sprint te rijden op de laatste, en terug te grijpen in de laatste 5 of 10 kilometer en zo naar een sprint te gaan. Dus het kan altijd gebeuren. Vaak dezelfde gezichten vooraan, ja. Met de Bok en Reinders opnieuw, Leijsen. Onze Britse vriend Damien Clayton ook. En Edward Plankaert. En Edward Plankaert, inderdaad. Van wie komt de volgende uitval? Dat is nu de vraag. Ja, kijk, Stijn de Bok, Elmar Reinders natuurlijk. Hè. Derde poging intussen al, denk ik, van Elmar Reinders. Zijn eerste die droeg voorlopig het verste. Nou, met Preben mee. En ook eentje van Sibel. Hier zit misschien wat in als ook die man van Wallonie-Bruxelles erbij is. Want dan hebben we de 3 voornaamste ploegen vertegenwoordigd. En dan zou het wel eens kunnen dat
het blok erop gaat in het peloton. Ik denk dat Tuur de Prees van Sibel. Dus Reinders, Van Hekke, de Prees en de man van Wallonie-Bruxelles in het geel. Dat is op dit moment moeilijk uit te maken. Maar ook zij voorlopig geen vrijheid, want daar is de rest al terug. Ja. Weer de grote weg op in Stabroek. Maar dat gaat toch heel snel in het peloton. Ik zie ook door de bocht iedereen op het lint. De laatste is nu net gedraaid. Terwijl dat hier vooraan een klein beetje stilvalt en opnieuw wordt gedemareerd door Gianni Marchand. De man van Sibel. Ja. Weer reactie. Met Bonny daar ook in derde positie. Riesebeek is deze keer de man van de Roompot. De donkere bril. Havik in de reactie. Ja. Hebben we ook al vaak gezien. Ik denk Kelly Molly. Van Wallonie-Bruxelles. Ja. Klopt, de West-Vlaming. En daar zijn ze weer. Ook dat duo opnieuw gegrepen. Ja, nog niet zo. Of bedriegt dit beeld? Nou, ze houden hun been nog niet stil. Maar ja, nu gaat het wel over en uit zijn, denk ik. Stijn de Bok weer. Weer die tong uit die mond. En man met een levendige mimiek. En Elmar Reinders ook weer. Ja. Daar is hij. En ook weer Damien Clayton. Het zijn de bekende namen. Stijn de Bok. Voormalig kampioen van België bij de elite renners zonder contract. Notoir parelvisser. Ja. Ik denk dat hij zelfs de groep beheert, zogezegd. Op de sociale media? Ik denk het wel. Zou wel eens kunnen, ja. Is ook samen met een wielrenster. Met Mieke Doks. Die nog vierde werd, geloof ik, op het jongste Belgische kampioenschap. Terwijl haar ploeggenote Jesse van den Bulke naar de tricolore reed in Gent. Van den Bulke die trouwens voor de Lotto Soudal Ladies gaat uitkomen vanaf volgend seizoen. Klopt. Ja, en je ziet nu, er is een redelijk grote groep aan het wegrijden. Ik denk Wallonie-Bruxelles zijn niet mee, dus zij moeten misschien wel zo rap mogelijk reageren. Of ja, deze groep heeft toch wel redelijk wat kwaliteit. Hier zit wat in. Ik zag ook Van Staaien, ja, die kwam daar even uit de rij. Van Staaien, Leijsen en Reinders voor Roompot. Een man
van Tartoletto Isorex zijn ook goed vertegenwoordigd. Ook drie stuks. Jelle Kant zag ik daar ook weer. Stijn de Bok natuurlijk. Er is een breuk. Ja, Preben van Eken en Thomas Springer voor Vlaanderen. Sport Vlaanderen Belwaas. En Gianni Marchand hier op laatste. Die is toch ook nog mee. Dus, daarnet geprobeerd en hangt er nu nog even aan. En hier is het aan de mannen van Wallonie-Bruxelles. De fluogele brigade van Kenny de Haas. Met een achterstand van 11 seconden. 11 seconden, u hoort het de speaker omroepen. In de start, finish en vooral feestzone op dit moment. Ja, Maxime van Tom is hier rechts van Isorex. Ook altijd goed. Dit is een groep waar wat in zit. En nu is het. Nu valt of staat de voorsprong. De groep is redelijk groot. Als de laatste van de peloton, of de eerste van de peloton, naar de laatste renner van die groep kan rijden, dan zijn ze er eigenlijk bij. Maar als het net niet is, dan kan het. Dan kan het spelletje wel eens doorgaan. Ja, Van Staaien die net voor die combinatie van bochten tekenen heet, kom jongens, mee. Ja, je ziet Senna, trekt hier echt wel vol door. Ook die grimas op beeld, daar speelt het ton uit een bocht. Dus Senna ja, Leijzen, ja. De voorsprong is nog niet groot, maar ja, alles zal afhangen van deze bocht. Ja, ze hebben toch al wel een gat van denk ik 100 meter op de laatste renner van het peloton. Van Staaien zelf. En Leijzen die daar moeite mee heeft, hoor. Ja, Senna had natuurlijk ervoor al een serieuze beurt getrokken. Maar je ziet, die kopgroep is ook al... Ja, niet iedereen is direct mee op het wiel. Dan is het soms zelfs beter om, zoals Van Staaien en Senna, iets trager door te rijden. Maar het is heel moeilijk om dat te zien. Om dat te begrijpen, want je zit op kop. Je kijkt alleen achter u en je ziet de renner achter u. En dan weet je niet wat er twee renners achter u gebeurt. Dus dan is het wel... Ja, dat is niet simpel. Even een probleem leek me daar voor Piotr Havik, maar herstelde meteen. Ik zie daar geen drinkbus meer zitten, dus ik denk dat hij zijn drinkbus kwijt is gespeeld. Hier Niels de Roze van Isorex. En van Tomme. Dus ja, die jongens die zien er wel muziek in. Senna wil toch blijven meedraaien. Oei. En Van Staaien die daar terecht wel zegt, meneer, hier is een koers aan de gang. U rijdt niet in de tegenovergestelde richting op zo'n moment. Ja. Dat is levensgevaarlijk. Ik heb zijn nummerplaat niet gezien, maar het was wel een speedpedal. Ja. Weer Senna Leijzen die daar wat misbaar maakte tegenover anderen in de kopgroep. Ja, natuurlijk. Dat is moeilijk te begrijpen, maar die jongens die daar van achter zitten, die hebben eigenlijk een grotere inspanning moeten leveren als Senna die daar net op kop zat. Senna heeft natuurlijk ook wel vol moeten doorrijden. Maar de renners die in positie 10 zaten in die groep, hebben eigenlijk sneller moeten rijden als de eerste. En dat bekopen ze nu een klein beetje, of dat voelen ze nu een klein beetje. En daardoor zeggen ze van ja, ik blijf even, ik slaag een beurt over en ik rust een klein beetje uit. En een halve ronde verder zal ik wel meedraaien. Jelle Kant is er ook erbij. En Havik, kijk eens, die zijn handen die liggen bijna op het midden van zijn stuur door die remgrepen die zo schuin staan. Ja, een speciaal stuur. Hier, Hoi, iemand van Metek met problemen of stak zijn hand naar boven? Hier de man met de speederlek die terecht tegen zijn voeten krijgt van Michael van Staaien. Van man, wat doe je hier in de tegenovergestelde richting van een koers rijden? Ja. Levensgevaarlijk. SPAR 9730, denk ik. Dus meneer, als je dit ziet. Ze lijken nu wel redelijk stevig door te rijden of goed te draaien. Voorlopig laat de peloton nog niet begaan, de mannen van Wallonie-Bruxelles en Hubo. Die jongens die zijn niet mee, dus
heel veel fluogele hemden zie ik daar niet. Bij de achtervolgende groep. Nee, ik denk dat ze al uitgereden zijn. Het is natuurlijk met twee renners een groep van 16 of 20 man proberen terug te halen. Dat is heel moeilijk. Dus ja, dan kan het op 2 minuten al kunnen wij volledig leeg rijden. Stijn de Bok, dat is een van die eenzaten in dit peloton. Als enige van zijn ploeg hier aan de start. Ja. Ja, Canyon. In elk geval een heel lange naam. Ja. En nog wat afkortingen ook, die ik niet echt ken. En Canyon, het fietsenmerk, is er inderdaad een van. Het is een Duitse ploeg, heb ik me laten vertellen wel. Een Britse. Of een Britse, ja. Klopt. Een Britse ploeg. Ook wel een paar goede renners. Ik denk Alexander Richardson is ook een renner van die ploeg. Ook een Brit, redelijk goede kwaliteiten als renner. Ik denk afgelopen week de kermiskoers van Zwevenzeel of Zwevegem gewonnen. Wel een sterk renner. En ook daar was een redelijk deftig deelnemersveld met toch mooie namen aan de start. Jelle Kant en Michael van Staaien in de aflossing, de trainingsmakkers. Want die fietsen vaak samen, die twee. Streekgenoten Jelle Kant uit Lille en Michael van Staaien uit het Antwerpse. Bougny is mee en dan een trio van Tartaletto Isorex. Belangrijk dat zij vertegenwoordigd zijn en ook Sport Vlaanderen Baloise. Is dat Jordi van Dingenen nu niet aan van de kop afgaat of wie is dat? Ik denk Maxime van Thomas, de linkse nu, degene die nu op kop rijdt, is Stokman. Ja. En de derde is Niels de Roze. En hier Thomas Sprengers van Sport Vlaanderen. En ik krijg hier net het bericht dat Canyon DHB, de ploeg van Stijn de Bok, dat DHB een kledingmerk is. Leuk weet je. Nooit van gehoord. Van het kledingmerk DHB. Ja, een kledingmerk van winterkleding, denk ik. Maar ja, toch goed dat die sponsors zich ook geroepen voelen om een ploeg te dragen, want het is zeker niet simpel. En alle respect daarvoor en dank u wel om de koers mogelijk te maken. 16 seconden hebben ze deze uitgebreide groep. Met 19 zijn ze. Ja, een nieuwe man van Sibel. Ik denk op het eerste zicht dat het Jacob Relaas is. Ook nog een redelijk jongen. Dus niet Marchand zoals we eerst dachten. Jawel, Marchand zit daar. Ah, zit er ook nog achteraan. Ja, ze zijn met z'n tweeën. Klopt. De enige ploeg die we missen is, zoals al aangehaald, Wallonie-Bruxelles. En hier de Bok, die wat voor de rest gaat uitrijden. Die voelt zich bijzonder goed. Ja, hij rijdt erop. En dat is niet bevorderlijk voor de samenwerking in de groep. Dit is achteraan het peloton. Ja, dat is Jordi van Dingenen. Nummer 57. Ja. Hoeveel krijgen deze 19? Daarachteraan alle hens aan dek hoor bij Wallonie-Bruxelles. Zowat de voltallige ploeg nu aan het jagen. Afgaande op dit beeld toch? Ja, weinig andere fluogele ploegen, dus we gaan daar maar vanuit. Ze moeten, hè? Ze moeten, geen keuze.
zijn bijna 100 kilometer aan het vlammen. Want het is sinds wij erin gekomen zijn op 150 kilometer van de streep dat het spel op de wagen zat met Elmar Reinders en Jelle Kant in eerste instantie. En dan kregen we een kopgroep van 6. Die kreeg een minuut. Maar daar waren dan te weinig relatief grote ploegen in vertegenwoordigd. Dus die 6 waren er uiteindelijk ook aan voor de moeite. Dan was het weer kilometers lang versnellen en weer inhouden. En dan weer 2 man weg en dan weer de reactie. Tot deze groep is ontstaan. En dat is nog niet zo heel lang geleden. Door eigenlijk een breuk, niet zozeer een... Niet zozeer een demarrage, maar echt een breuk in het peloton. Nou, het was plots dat er een redelijk grote groep wegreed. Maar het is dat ik daar straks al aanhaalde. Alle renners, alle ploegen zijn een beetje mee. Ik denk wel in Brussel hebben zich laten verrassen. Alle ploegen waren mee, buiten hen. En dan de 10e renner van de groep zegt van ja, doe maar, mijn ploegmaat zit voor mij. Die is mee, dus ik hoef het niet te doen. En zo houdt één renner zijn benen stil, krijgt een grote groep al makkelijk een paar meter. En zo ontstaat die kopgroep. En met 19 renners als met nu 19 renners op kop. Met Preben en Thomas Sprengers erbij. Elmar Reinders. Hoe kan het ook anders? Die moest en zou mee zijn vandaag. Ja. Hier zien we het goed in de achtergrond. De mannen van Wallonie-Bruxelles. Ja, en dat is ondankbaar. Hè. Je ziet die kopgroep daar mooi 19 man ronddraaien. En in het peloton zitten ze daar met 6-7 man vol rond te draaien. De achtste man is dan iemand van Roompot of van een andere ploeg die zegt van ja, kijk jongens, ik ben mee, dus voor mij hoeft het niet. Ik moet niet terugkomen. Dat wekt frustratie op bij de renner van Wallonie-Bruxelles die vol in de inspanning zitten. Terwijl de rest van het peloton redelijk kan freewheelen of mee kan bollen in de slipstream. We zien hier achteraan het peloton. Zie je het goed, hè? Hoe het knokken is om op te trekken en telkens weer dat wiel van je voorganger te zoeken als dat peloton uit een bocht komt. Ja, het is een smalle weg, dus een open vlakte. En ik vermoed dat de wind daar een klein beetje links op de kant staat, of rechts op de kant. Waardoor de renners toch allemaal links van de baan gaan rijden. En dan is er niet veel ruimte om halfweg het peloton uit de wind te gaan hangen. En zo kunnen er breuken ontstaan. Maar we zien hier de laatste renner moet echt vol optrekken. Ik denk hier Carpenter, onze Brit. Ja, daar straks nog in de aanval en nu staat hij op losse. Ja, kijk. Dat geeft toch aan dat tempo echt hoog ligt. Hè? Van Staaien, die heeft nog de tijd om eens achterom te kijken en teken te doen. Ja, dat is mooi eraan. Die jongens die weten, die beseffen van we hebben elkaar allemaal nodig. En die rijden eigenlijk volledig over de hele breedte van de weg. Zodoende dat er de laatste renner eigenlijk ook uit de wind zit. Maar in het peloton zeggen de mannen van Wallonie-Bruxelles van kijk, wij gaan gewoon half op de weg rijden. Zodat de achtste renner, de man van Roompot, die zogezegd niet mee wil rijden, dat die ook al op de kant zit, op de wind zit. En dat zorgt alleen maar voor dat er in het peloton breuken kunnen vallen. En dat het eigenlijk heel lastig wordt. Damien Clayton. Hij is ook weer mee. Ja. Het
22 seconden. Ze pitsen er 3 af. Nee, hier de jongens in de koproep rijden helemaal rechts van de baan. Zodat iedereen uit de wind kan zitten. En ik verwacht dat het peloton op het rechtse baanvak gaat zitten. De halfweg de baan, zodat de rest van het peloton ook gedwongen wordt om in de wind te rijden, om wind te vangen. Hier ook een duo van die Duitse ploeg van Brandenburg, LKT Brandenburg. En zoals jij voorspelde, Dries, halve baan voor de mannen van Wallonie-Bruxelles. Ja. Negentien seconden nu. Nou kijk, er komen al een paar breukjes in het peloton. Cyrus Monk moet eraf. Nummer 36. Ook de man van Akroch Powell Sauze Balen BC, Wouter van Ende. En het schokschouderen van Jellekant. Kijk eens aan. Ja, vol overgaven. Hè. Maar het is een mooie wedstrijd. Al van in. Van in het begin, vanaf kilometer 10, vol in de aanval. Ja. Ja, dat loont dan nu ook opnieuw mee te zijn. Als er nog een sponsor op zijn truitje zou staan, zou hij bijna 100 kilometer in beeld gereden hebben. Ja. Het peloton komt volgens mij ietsje dichter. Dus alles zal ervan afhangen van de komende kilometers, hoe de koproep blijft ronddraaien. En hoe, het peloton, hoe sterk ze nog in het peloton zijn om het gat te dichten. Brede schouders van Piotr Havik. Stevige kerel. En dat zijn Leijzen en Reinders. Leijzen die trouwens ook deelnam aan dat nieuwe event op het jongste WK. Aan de gemengde ploegentijdrit. Ja, klopt. Hij samen met Frederik Frison en Jan Baaklands. Ja. Voor het mannelijke deel van onze ploeg. Nou, Frison die jammer genoeg de dag ervoor ziek geworden is en eigenlijk niet volle 100% van zijn krachten kon beschikken op de tijdrit. Dus dat was wel een beetje jammer. Ook omdat het toch altijd een eer is om de kleuren van je land te mogen verdedigen. En toch zeker op dit nieuwe evenement, de Mixed Team Relay. Het was de eerste in de geschiedenis op een wereldkampioenschap. Dus dan is iedereen wel gemotiveerd en gedreven om zijn naam te laten gelden. En is het wel jammer dat niet mogen zijn heeft voor hen. Ja, hier draait het goed rond. Het is ook hier een klein beetje wind in de rug, waardoor het iets beter begint te bollen. En ze weten ook allemaal van we moeten goed ronddraaien, anders gaat het beeld terugkomen en hebben we misschien niks. 16 seconden voor de mannen van Wallonie-Bruxelles in de achtervolging op deze groep van 19. De bok even uit de rij en kijken
naar hoe de rest er nog uitziet. Stokman die ook achterom kijkt. Ze beginnen te kijken, ja. Drie ronden nog bij de volgende doorkomst in Puttekapelle. Nu zitten ze in de bevoorradingszone, de zone waar de ploegbussen staan. En hier zitten we achteraan bij Monk, daar de nummer 36. Dat is een Australier die helemaal van de andere kant van de wereld komt om hier te koersen. We hebben hem nog bezig gezien hoor, deze zomer in de Antwerpport Epic bijvoorbeeld. Ja, mooi. Chapeau dat die mannen dat allemaal opbrengen. Dertien wordt nu aangegeven en ze zitten in de zone van de nadarhekken, dus dat is de laatste kilometer. Deze nadarhekken zijn nog met uitstekende pootjes, maar in de zone waar het ertoe doet in de laatste 500 meter heeft de organisatie gezorgd voor veiliger materiaal in elk geval. Die schuin aflopende nadarhekken zonder uitstekende pootjes. Ja, klopt. We gaan ze. Voilà, hier zien we ze. Daar zijn ze. Toch ook wel chapeau van de organisatie. En met de recente gebeurtenissen van Hodge, die daar afgelopen week gevallen is. En toch wel zware blessures aan heeft overgehouden. Toch wel mooi dat de organisatie hier voor deze wedstrijd die naderrekken heeft voorzien. Vooral in die belangrijke laatste zone. Waar. Als het fout gaat, het vaak slecht afloopt. Ja. En hier het peloton. En ik zag nog één renner van Wallonie Brussel op kop. Ik denk Kenny Molly. En dan meteen daarachter iemand van Rompot. Die aan het afstoppen was. Dus ja, dat is heel frustrerend, maar zo werkt het. Er zijn er nog 34 in het peloton en ze rijden op 23 seconden van deze groep. Plots is daar weer een seconde of 10 bij. En zoals je al aangaf, Dries, het is op aan het geraken hè, bij Wallonie-Bruxelles. Als alleen Molly daar nog vooraan zit en de rest zijn beste kruid verschoten heeft, dan moeten ze zich beginnen zorgen maken. Wel sterk van Kenny dat je dat nu nog kan doen. Maar ik vrees dat het... niet meer gaat lukken. 1 tegen 19, dat is een bijzonder oneerlijke strijd. Ja, 1 tegen 2 is al oneerlijk, laat staan tegen 19. Ja, en als deze groep voorop blijft, de man die nu op dit moment overneemt, dat is dan een van de grote favorieten. Hè? Ja. Michael van Staaien. Maar we zijn nog niet... Maar we zijn nog niet We zijn nog niet aan het sprinten. Nee, ook niet. Ik denk de groep... de koerssituatie zal afhangen van hoe groot de voorsprong op het peloton gaat zijn. Of ze het gaan terugkomen of niet. Maar als die voorsprong een 2-3 minuten wordt misschien... en het peloton, als het zeker is dat het peloton niet meer gaat terugkomen, dan gaan de meeste renners in de kopgroep denken om misschien een aanval te wagen. Ja, het is minder controleerbaar natuurlijk, zo'n kopgroep van 19. Ja. Hij heeft wel twee ploegmaats in dienst van Staaien, als zij voorop blijven met Leize en Reinders. Ja, klopt. En ik denk de mannen van Isorex, Tartaletto Isorex, dat die ook niet gediend zijn met een sprint.
En die gaan zeker iets proberen om, om op een andere manier de koers te winnen. En wat gezegd van deze man in zijn laatste koers, Preben van Hekken? Dat zou wel zijn. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, ik mag misschien niet partijdig zijn, maar ik hoop natuurlijk dat iemand van Sport Vlaanderen Balwaze wint. Preben of Thomas. En dat gaat natuurlijk niet over partijdigheid of zo, maar wie gunt Preben van Hekken geen winst in zijn laatste koers? Ja, inderdaad. Huh? Dat zou wel zijn. Maar ik zag net op de stilstaande beelden op de kasseien dat denk Ivar Slik dat het op kop aan het rijden was. En dat is toch ook wel een renner met kwaliteiten om heel hard te rijden. Dat is inderdaad een man met inhoud, Ivar Slik. Maar natuurlijk alleen gaat het niet lukken. Maar moest er hulp komen van andere renners. Misschien nog iemand van Wally Brussel die zijn tweede adem vindt. Zijn er daar een aantal achterop geraakt in die kopgroep? Of nee, een beeld dat bedroog. Het was gewoon Damien Clayton die even nog een paar metertjes moest goedmaken. Ja, ze zijn toch niet ver, hè, peloton? Nee. Is dit nog 21 seconden? Zo'n beeld bedriegt wel eens. Met een jagend peloton in de achtergrond. Dat verschil lijkt soms wel eens kleiner dan het in werkelijkheid is. In elk geval... 21 klopt volledig, krijg ik door vanuit de regiewagen. Ja. In elk geval, de jacht die is nog open. Ze zijn nog op zoek naar vanuit het peloton. 17 seconden wordt nu gemeld. Ligt de strijd al open, Dries? Hoe voel je dat nu al in zo'n koers? Ja, ik denk dat ze nu een uur of drie... Hoe lang zijn ze al te rijden? 11:30 zijn ze hier vertrokken. Dus ja, inderdaad. Ja, 3 uur is toch wel een afstand. En ja, het is al vanaf de start dat er eigenlijk vol gekoerst is geweest. En er zijn zeker renners... Die het al zullen voelen. 185 kilometer in totaal deze sluitingsprijs in Puttecapelle. Wij zijn erin gekomen op 150 van de streep en hebben niks dan koers gezien. Nee, klopt. En ik zag daarnet Michael van Staaij al teken doen van we houden de benen stil, meen ik, gezien te hebben. Dus zijn we weer op weg naar een hergroepering. 12 seconden nu het verschil. Hier, dat zijn achterblijvers. Ja, maar hier rechts Kenny Molly. Natuurlijk heel hard gewerkt. Hij was een van de enige renners die nog vol op kop aan het rijden was. Dus dan is hij volledig te begrijpen dat hij... nu hier een klein beetje in het probleem komt. Mannen die alles gegeven hebben in de achtervolging op die kopgroep van 19. Dus het is 12 seconden op die groep die daar net onder de brug onderuit komt. Maar daar ook veel verbrokkeling. Verschillende uitgebreide groepen zijn aan het ontstaan op dit moment. Met de kopgroep van 19 aan de leiding. Nou ja, want anders is het geen kopgroep. Ja, klopt. En Michael van Staaij had nu daarnet teken gedaan van jongens, we gaan ons laten inlopen. Maar hij zag nu ook dat er geen voltallig peloton meer komt. Dus dan kunnen we beter vooraan blijven zitten. En ze laten komen. En ze laten komen, ja. En dan krijgen we misschien een groep van... een sprint van een groep van 30, 40 man misschien.
zoals het er nu naar uitzien. Maar er zullen nog wel andere renners zijn met andere ideeën. Ik denk maar dan op Piotr Havik, die niet gediend is bij een massasprint. En die gaat zeker nog iets proberen. En je ziet ook, hij is iemand die constant aan het meedraaien is om niemand te laten terugkeren. Michael is maar aan het schudden. Ja, is wel nerveus, hè, Michael, ja. Astaaien. Ja, ja. Achterom aan het kijken, aan het gebaren. En nu weer even het hoofd schudden. Okay. Teken ook dat hij met van alles bezig is. Dat hij niet op de limiet zit te rijden, natuurlijk. Als je zo... Elf seconden. En nu van Staaien zelf. Ja, dat is op de limiet, hè. Kreeg daar een bidon van Staaien, want Bonny staat er alleen voor waarschijnlijk, als enige van Wanty-Gobert, ja, vandaag. Dus ja, dat is wel een mooi gebaar. Ja, Bonny zal waarschijnlijk alleen hier naartoe zijn gekomen om vandaag te koersen. En dan is het plan trekken. Dan is het plan trekken. Misschien dat hij nog vanaf de start een extra bidon op zijn rug had. En zo nog één bidon extra had voor tijdens de koers. Maar natuurlijk, bij dit tempo is het energieverbruik zo hoog dat het wel eens leuk kan zijn, of aan te raden is, om nog een extra bidon sportdrank te krijgen. De meeste coureurs kennen elkaar ook. Dan is het wel een mooi gebaar van Michael om zijn bidon af te geven. Omdat Michael ook de luxe heeft om zijn een tweede bidon aan te nemen aan de bevoorrading. Ja, want Roompot hier met 7 renners aan de start. Zij hebben de nodige ondersteuning dan vanuit de ploeg. Want van Wanty-Gobert zit er heel wat volk op andere plaatsen. De mannen doen ook mee in de ronde van Guangxi in China. Ja, we hebben momenteel nog een andere wedstrijd bezig. De Tour of... Een of ander meer. Ja. Toch? De Tour of Lake. Thai. Ja. Thai Lake of zoiets. Zoiets. Ja. Daar was ook een ploeg van Wanty-Gobert aan, ja, de start, klopt. De kledingsponsor van Wanty, Santik, is vandaar, van die regio. Vandaar. Daarom dat ze daar ook met een stevige ploeg zijn vertegenwoordigd. En die is denk ik deze nacht afgelopen. Ik denk dat ze met gewonnen door Kennedy of... Dylan Kennett, inderdaad. En Boris Vallée van Wanty-Gobert, tweede, ja, in de eindstand. En het is voor alle volledigheid de Tour of Taihu Lake. Oké, okay. Dat ga ik niet meer vergeten. Wel toch mooi dat die wedstrijden in China ook meer en meer opkomen. En het zal er ongetwijfeld wel mooi zijn om te koersen. 9 seconden nog. Is dat nog 9 seconden? Misschien wel op Stijn de Bok hier vooraan. Maar op de staart van deze groep misschien zelfs minder. Wie daar komen zal uit de bocht. De aansluiting is zo goed als een feit. En eigenlijk is het een samensmelting van 2 grote groepen.
het Sprengers daar nog achteraan helemaal van deze groep. Ja. Daar zijn ze met een aantal fluo-gele mannen van Wallonie-Bruxelles erbij. Ja, het peloton, of wat er van overschiet, is toch niet meer heel groot. Hier zitten we bij afvallers. En dit zijn de leiders. Havik, die wacht niet op de samensmelting. Nee, die voelt het gebeuren. En, hij krijgt nu Van Tommen en Marchand mee. Althans, dat proberen ze toch, want eenmaal dat Piotr 10 meter heeft, is het moeilijk om ze toe te krijgen. En, ze sturen zelfs zo smal en gaan ze eigenlijk nog smaller maken. De ellebogen op het sturen. Zo klein mogelijk maken even. En dan eens kijken onder die ellebogen onderdoor. Nou, mooi beeld. Dit is de kopgroep. Ook de poging van Havik geneutraliseerd op dit moment. En is die andere groep al kunnen komen aansluiten? Ik denk het nog altijd niet, hè, door die versnelling van Havik. Hier is de rest. Met de mannen van Wallonie-Bruxelles vooral in vertegenwoordigd. Nou, toch nog wel redelijk wat fluo-geel. Hier zijn er 27 opkomst, dus als die samensmelting een feit wordt, dan zitten we aan 46, een groep van 46, terwijl het licht begint te regenen ook. Altijd niet samen, hè? Nee. Dat zijn nu de mannen van Hubo die vol die samen in ploegen proberen de laatste meters toe te rijden. Maar natuurlijk, deze baan is iets meer uitnodigend om in groep rond te draaien. Oei. Probleem, daar is iets in. Die zijn achterwiel gedraaid. Ai, dat is jammer. Bij Sprengers, dus Van Hekke als enige vertegenwoordiger nog van Sport Vlaanderen Baloise vooraan. Ja. Op die manier. Wat was dat dat daar in dat wiel zat? Ja, ik weet het ook niet. Ik zou denken een papiertje van eten of ja, dergelijke. Een plastic zak die ronddwarrelde. Ja. Ja, dat is jammer. En van Staaij die daar weer wat toeroept. In gesprek nu met Havik. Van Staaij die zo eens bedenkelijk kijkt van werd hij daar misschien aangesproken op die poging van daarnet, Havik? Ja, ze krijgen het nog niet dicht. Nou, terug opnieuw Kenny Molly, dus toch kunnen terug aansluiten in het peloton of wat er van overschot. Toch nog een chapeau dat hij nou die kracht had gevonden en opnieuw op kop rijdt. Hier nog eens Sprengers. Wat? Ja. Ja, een plastieke zak of? Ja, zoiets hè, rond die pion achteraan. Helemaal rondgedraaid voor hetzelfde geld. Blokkeert dat natuurlijk. Dus ja. Op zich valt dat dan nog weer mee, maar ja. Wel oponthoud voor Thomas Sprengers en zo weg uit de kopgroep. Ja, jammer. Bijzonder jammer. Ja, gelijk Bonnier nu. Hij zit er positie 2 in het wiel, maar
De man van Evo Pro probeert zich daar zo klein mogelijk te maken en dan heb je niet veel aan dat je in het wiel kunt zitten. En het is al geen grote. Nee. Hier is het knokken bij de mannen van Wallonie-Bruxelles. En ze krijgen wat hulp van die van Hubo, heb ik het gevoel. ...69 hier achteraan, dat is Wim Reinaerts. Nog altijd 9 seconden voor deze 18 dan, want Sprengers die is er niet meer bij. Ja, nu ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. En nog bijna 40 kilometer, hè, want er is al wat kruid verschoten. Wat er van overblijft. Ja, er wordt toch niet meer echt goed rondgedraaid. Ik zie dat nu wat breed, dat ze wat breed uitslingeren. Dat is toch een teken dat er gedemareerd wordt of... Alhoewel ze nu wat terug in formatie zitten, de mannen van Wallonie-Bruxelles. Ja, het gaat zo natuurlijk zo snel mogelijk toe moeten. Want die jongens zijn al een ronde of drie vol aan het rijden. En ooit stopt het. En weer van Staaien. Die daar even in discussie gaat of een vraag stelt in elk geval. Ja. En daar laat er een paar toch de benen onder minder spanning, had ik het gevoel. En Bonny die ook gebaard van jongens, wat is dit? Wordt hier niet meer samengewerkt? Nou, Jérôme heeft natuurlijk is maar alleen. En het is niet zijn, het is niet aan hem om de verantwoordelijkheid te dragen. In de bevoorradingszone krijgen we daar een hergroepering. En Damien Clayton die daar vroeg om een bidon van een andere ploeg, maar er geen kreeg. Het was een beetje smeken. Och, arme. Als je er dan alleen voor staat en je rijdt al meer dan 100 kilometer mee in de aanval, dan kan je wel een bidon gebruiken natuurlijk. Ja. En weer van Staaien. Hè. Van Staaien is goed. Van Staaien laat misschien wel te vaak zien dat hij goed is. Ja. Ja, en ik heb de indruk dat de weg toch een klein beetje nat begint te liggen. Ja. Ik zag daarnet een klein uitwijkmanoeuvre van Marchand. Hier gaan we het verschil goed kunnen zien. Ze zijn er zo goed als bij. Ja. Ze biedt de bocht naar links. Gaat de laatste renner van de kopgroep gaat zodanig moeten remmen dat de eerste renner van het peloton er eigenlijk naartoe bolt. Nu van Staaien helemaal achteraan. En hier zijn die van, althans toch eentje van Wallonie-Bruxelles vooraan. En er zitten er nog wat verspreid over die groep. Een dikke 40 man hebben we nog in koers en alles is te herdoen. Minder dan 35 kilometer nog. Nog een bidon aannemen nu het kan, mannen. Het is het moment.
Ja, en hier in het centrum nu. Veel behoedzamer natuurlijk dan in de voorbije ronde. Een beetje vocht op die. Inderdaad, die klinker. Die ik zag daarnet de autobanden, de autosporen. Die toch wel wat nattigheid achterlieten. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat de weg harder schuift. Waardoor er trager door de bocht moet worden gegaan. En dan is het nog meer een voordeel om bij de eerste te draaien als positie 10 of 15. Paul Tebling van Brandenburg. Ja. Afgelopen zondag 10e in de Memorial Week van Steenbergen. Er was ook een renner die mee was en eigenlijk nog een goede finale heeft gereden. Dus ik zou hem niet laten rijden. Havik, die lijkt dat te beseffen. Die was derde zondag en die weet, die Tebling, die kan wat. Hij is op komst, de Nederlander. De tank Piotr Havik. En voor de motor is het ook niet gemakkelijk om die kasseien te nemen. Want die krijgt nog wel serieuze klappen. Het is de op één na laatste keer dat ze hier passeren. Leijze brengt de bok mee. Het heeft niet meer stilgelegen en het gaat ook niet meer stilliggen. Het is fantastisch om te zien hoe er vandaag gekoerst is. Want die van Wallonie-Brussel die zijn er nu wel bij, maar veel respect krijgen ze er niet voor. Nee, dat is het gevaar als ze het gat dichtrijden. Dan moet er nog altijd wel iemand zijn die de aanvallen kan pareren. Want anders worden ze opnieuw in het defensief gedrukt en dat wilde natuurlijk niet. Achteraan bij Reinaerts. En wie zit daar nog? Is dat Sprengers die toch nog de aansluiting gemaakt heeft? Ja, dus die heeft ik denk een andere fiets gekregen. Ik zie toch geen kaderplaatje meer op zijn fiets. Dus meteen fietswissel. En dan opnieuw de aansluiting kunnen maken. De vijfde man daar van Tiffertange, dat is Jeroen Patijn. Ook die ploeg houdt er jammer genoeg eind het seizoen mee op. Een Luxemburgse ploeg? Een Luxemburgse ploeg, een van de oudste ploegen van, of de oudste licenties van allemaal. Dus toch jammer dat die ermee stoppen. Zonde. Een dikke 40 man. Daarmee gaan we de absolute finale in van deze sluitingsprijs Puttecapelle. De traditionele afsluiter van het Belgische wegseizoen. Ja, ik ben hier Ivar Slik. De man die daarnet ook mee op kop reed om het gat te dichten met het peloton dan. Ja, die gaat er nu toch stevig door. De Nederlandse eenling van Monkey Town E-blok. Als enige van die ploeg aan de start. Maar hij doet dat prima, Ivar Slik. Ja, sterke renner. En hier Lionel Tamignot. Die niet wil dat ze opnieuw op kop moeten rijden. Brent van Tilborg hier moet de rol lossen. Krijgt nog wat respijt, komt er nog terug bij. Ja, je ziet ook het asfalt is meer en meer nat. De renners die van achter staan bijna stil, terwijl de eerste er vol doorgaan. En weer een speedpedelec. Tweede keer dat er in de tegenovergestelde richting iemand met een fiets het peloton tegemoet rijdt, is heel gevaarlijk. Er moet er maar eens eentje uit dat peloton uitwijken en achterom aan het kijken zijn en er volop gaan.
Dus kijk toch uit, mensen, als u de weg op gaat en er is een koers aan de gang op die wegen. Nou ja, slikken. Hij gaat stevig vooruit. En daarachter Riesebeek. Hier nog eens een vertraagde weergave van... Ja, en je ziet Havik die teken doet. Meneer, alsjeblieft. Ik wilde net helemaal naar die kant van de weg uitwijken. Ja, het was bewust van Havik om de mensen te waarschuwen. En ik denk dat ook wel het begreep dat hij een fout was en de remmen toekneep. Gelukkig maar. En hier... voilà. De Bok en Edouard Blankaert, Jérôme Bonny en Arie Livijns. Livijns, dat is een man van de robot die we nog niet hebben genoemd vandaag. Arie Livijns. Ook een goede renner eigenlijk. Nog vroeger bij de junioren mee in de ploeg gereden bij Paul BC. Hij was ook een renner die... in de tweede groep zat toen ik Belgisch kampioen ben geworden en daar afstopwerk heeft verricht, dus ook veel aan hem te denken. Dat vergeet je niet. Nee. En weer Reinders die er een snok aan gaf. Ja, de mannen van Wallonie-Bruxelles hebben toch maar mooi geklaard om alles terug samen te brengen. Het heeft heel veel werk gekost. Is het achteraan daar rechts, in het rechtse vak, Kenny Molly nog, ja, die erbij aanhangt? Met, denk, Paaskens, Matthijs Paaskens, in overleg. Is Kenny de Haas er eigenlijk nog bij? De man, Joris Segers. De man van Wallonie-Bruxelles die zijn afscheidskoers rijdt. Ja, dat is mooi. Terwijl ze hier opnieuw aan het wegrijden zijn. Het is onze Britse vriend. Ja. Nou, dat tanden zijn... op elkaar. De aero-voordelen met de sokken. Hè. Ja. Hij heeft ze bijzonder hoog opgetrokken. Maar hij heeft ook wel stevige kuiten. Damien Clayton. Ja, toch een smal stuur. Voor die schouderpartij. Voor die schouder, ja. Die straalt nog heel wat kracht uit. Nou, eigenlijk al van het begin van de koers dat hij mee in een aanval zit. En eigenlijk ook van het begin van de koers dat hij al die verbeterde blik had. Dus ik denk dat we daar niet veel van kunnen afleiden. Of dat hij nu afziet of niet. Van Hekken, weer attent. Ja, Preben wil er zeker nog iets van maken vandaag. En dat zie je hem ook om in zijn laatste koers nog zo die motivatie te vinden en ervoor te gaan. Meteen aanzetten na die bocht. De man van Sibel. Duur de Pre. Wat een uitputtingsslag is dit toch aan het worden. Ja, ik denk de meeste renners in het peloton hebben toch al serieus wat streven op de carrosserie. Net daar achter die kerk, de windmolens, ook bekend beeld van de Antwerpoort Epic. Ik zei het al, het is de streek waarin we ook met de Antwerpoort Epic komen en plaatselijke rondjes afleggen.
Maxime van Tommen was mee met de groep van 19 en probeert nu ook iets. Café Berendrecht Sport passeren we voor de op één na laatste keer. En dan gaat het hier achteraan weer op een lint. Van Staaien daar, die zit ver. Riesenbeek, ja. Ja, Riesenbeek en dan denk ik weer Kenny Molly. Ja, dat lijkt me inderdaad ook weer ja. Kenny Molly. Sterk. Veel werk verricht vandaag. Ja, sterk. Was de laatste weken ook goed op dreef. Met de ronde van Slowakije toch de bergtrui genomen. Van Tommen die een verleden heeft bij Katjusha op World Tour niveau, maar al sinds enkele jaren nu zijn ding doet in het pro-continentale en continentale circuit. Ja, en ooit een slag opgevangen van Peter Sagan. Op de Kemmelberg in Gent-Wevelgem. Dus, hij heeft toch al een mooie voorsprong. Rijdt stevig door. Eén overwinning dit jaar voor Maxime van Tommen in West-Vlaanderen. Reining Elst heeft hij gewonnen. En nu, ja, daar achter hem, wat gaan ze doen? Ja, ik weet niet welke snelle man er nog in het peloton gaat zitten. Ik heb daar wel Tamigno gezien, Lionel Tamigno. En dat is ja, een snelle man. Dus als het een sprint wordt, denk ik wel dat Lionel kans maakt. Ja. Ik heb daar dit jaar redelijk wat koersen mee samengereden en toch echt wel positief verbaasd over zijn kunnen. Ook eerstejaarsprof. En om dat dan al te doen als neoprof is het toch wel, wel sterk. Veel dichte ereplaatsen gereden in die Belgische wedstrijden rondom België. En andere, dus. En ik vermoed, hij was ook degene die net reageerde op de uitval van Ivar Slik. Om even Walnie, de mannen van de andere ploegmaats van Walnie-Brussel te sparen. Dus ik denk wel dat hij de vooruitgeschoven man gaat zijn bij die ploeg. Dat ze speciaal voor hem het hebben toegereden. Wat me nu opvalt bij Maxime van Tommen. Dries, je moet eens kijken naar de rechterhand van Van Tommen. Daar heeft hij zoiets ophangen. Geen idee wat het juist is, maar... Ja. Zie je? Ja. Misschien oftewel een simpel zweetbandje. Of is dat om op die manier zijn handen te kunnen plaatsen? Ja, links heeft hem er ook één hand. Links en rechts. Ja, het zou goed kunnen. Maar hij gaat vooruit, Maxime van Tommen. En hij is ook goed bezig de laatste weken in kermiskoersen,
vaak op het podium. 12 seconden heeft hij, ze hebben er werk mee. Of het zijn misschien, ik denk gewoon zijn armstukken die hij heeft omlaag getrokken. Ja, het leek mij iets dat over zijn vinger hing, maar een zo'n dikke ring heeft een renner niet aan, denk ik dan. En, regen boven de sluitingsprijs. Ze hebben het niet droog kunnen houden, de aanvangsfase wel. Maar voor het slot krijgen we natte omstandigheden. ...51 km/u op dit moment voor Maxime Van Tomme. Holala. Na een wedstrijd waarin zoveel al gebeurd is, ja, waarin ze veel moeten geven hebben, het heeft nooit stilgelegen. Hij heeft een mooie voorsprong. En deze mannen, die rijden 5 km/u minder. Nou, nu ben ik benieuwd wie het commando gaat pakken in het peloton. Mannen van Rompot, denk ik, Riesebeek nog altijd op kop. Waarschijnlijk voor Van Staaij. Ik zag daar een man van Sibel die wou meehelpen. Dus, zijn voorsprong stijgt. 18 seconden nu. Heel behoedzaam door die bocht. Ja, de banen beginnen toch natter en natter te liggen. Dus dan is het... minder een nadeel om alleen te rijden. Want het peloton kan niet zo snel door een bocht. Hij heeft nog een contract voor volgend jaar bij de taartjesploeg bij Tartaletto Isorex. Ja, Tartaletto ook al redelijk lang actief binnen het wielrennen. Een trouwe sponsor aan de ploeg van Peter Bouwens. En daar zit ook een groot bedrijf achter. Tartaletto levert alle taarten aan grote supermarkten en warenhuizen. Misschien al dan niet onder een andere naam van het huismerk van de winkel. Maar daar zit toch wel een groot bedrijf achter. Ze hebben ook een aantal renners verlengd voor het volgende seizoen. En Enzo Wouters aangetrokken, ja, van Lotto Soudal. En ik dacht ook Stijn de Bok naar hen ging. Dus, ja, dat klopt. Nou, ze hebben wel mooie aanwinsten gedaan. Ook met het oog op de toekomst alleen maar goed. Veertien seconden nu. Het waren er 18. Ze hebben er 5 afgepitst. En daarachter lijkt me wat organisatie van Rompot Charles op gang te komen. Ja, deze baan, deze weg is natuurlijk niet bevorderlijk voor een eenzame vluchter. Rechtdoor, lichtjes wind in de rug. Met een peloton dat dan met meer snelheid kan afkomen, kan ronddraaien. Zoals de 6 renners van Rompot hier. Die kunnen natuurlijk veel meer snelheid maken en hebben natuurlijk ook een mikpunt. En dan in de kopgroep is het moeilijk om te blijven de motivatie te vinden en door te rijden. In dienst van Michael van Staaij, de mannen van Rompot, daar mogen we toch van uitgaan. Zeker nadat we, na alles wat we van Staaij al gezien hebben vandaag, die gaf een goede indruk. Attent. Mee, nerveus zelfs op bepaalde momenten, maar vooral die benen die draaiden vlot.
Ja, laatste 2 kilometer. Plus nog een ronde natuurlijk. Maar de renners zijn er al een paar keer gepasseerd, dus ze zullen wel weten hoe en waar de beste rijlijnen liggen. Waar, waar de witte strepen op de grond getrokken zijn, waar het nat is, waar, het, waar je vol kan doorgaan door een bocht. Want volgende ronde is het voor echt. Seconden nu weer. Ja, toch al een auto erachter van de jury en een auto van Shimano, van de neutrale wagen. Altijd toch hard vasthouden als er zo'n bocht met een zebrapad. En dan optrekken met de handen in de beugel en dan zo snel mogelijk weer naar deze houding. Dat is opvallend bij Van Tonne. Ja. Ja, voor hem loont het. Hij gaat er zo hard, hard mee vooruit, dus ja, chapeau. Want ze zijn er nog niet meteen bij. Nee, weer 2 seconden erbij. Hij komt zo meteen in het zicht van de streep. Daar is hij. En u ziet het ook op dit beeld, is stevig aan het regenen nu. Maxime Van Tomme gaat als eerste de laatste ronde in. De laatste van deze sluitingsprijs Puttencapelle. Ja, en die regen is alleen maar goed voor Maxime. Want het centrum dat nu volgt, zijn ook allemaal van die klinkers. Die liggen nat. Dat wil zeggen dat het peloton daar ook niet sneller door kan als dat hij alleen erdoor kan. Dus daar kan hij in principe niet veel tijd verliezen. En hier wat rest van het peloton, een man of 40. Met Rompot Charle dat daar het heft in handen zal moeten nemen om nog een sprint te forceren voor Michael van Staaij. Want het is 25 seconden nu, de voorsprong van Van Tomme. Die gaat bijzonder goed vooruit. Hier is hij, behoedzaam door die bocht, maar zoals jij al aangaf Dries, als eenzaad toch een voordeel tegenover een groep. Ja. Op dat gebied dan. En nog eens drinken en dan weer naar de volgende bocht. Ja, hij doet het wel goed. Breed uit. Hij drinkt op de stukken waar, waar je elke minste tijd kan verliezen. Dus het feit dat hij daar nu aan denkt, dat is toch wel dat hij... nog fris zit. Nog zeer lucide. Ook even de handen op het stuur voor die verkeersdrempel. Je weet toch maar nooit. ...24 seconden en toch wagens ertussen, Dries. Ja. Ja, er moest maar eens iets gebeuren. Er moest maar eens een lekker band rijden. Dan kan de wagen van Shimano nog altijd assistentie verlenen. Om toch zo snel mogelijk te helpen. Want normaal gezien is dat toch pas af vanaf een grotere voorsprong, niet? Ja, de ploegwagens die mogen pas vanaf 1 minuut voorbij het peloton en achter de koploper gaan rijden. Maar de neutrale wagen en de jurywagen die mogen altijd, vanaf dat de jury de voorsprong groot genoeg acht, mogen zij erachter. Een stevige bui krijgt hij nog over zich in die laatste ronde. In volle inspanning nu, Maxime Van Tomme. Weer ja. Naar die houding. Ja, die regen zal misschien niet leuk zijn, maar het is wel in zijn voordeel. Ja, dan rijdt nog redelijk soepel. Dus, eens bijschakelen. Nou, dit is natuurlijk vervelend dat de jurywagen wil voorbij komen. Omdat hij voelt dat het peloton ook in aantocht is. En dat is seconden. Natuurlijk wel wat demotiverend voor Van Tomme. Ja. Dat is zo'n moment waarop je denkt, ik ben hier alles aan het geven en toch ja. Komen ze dichter. Ja, en hier peloton volledig op het lint. Hierachter een paar breukjes, dus ja, toch
een teken dat het snel gaat. En het zal snel moeten gaan, want ik denk dat ze nog niet klaar zijn met Maxime. Komen ze daar achteraan al uit de bocht? Ja, het is toch nog een stevige kloof. Die ja. 20 seconden die kloppen zeker. Want is daar nu denk Roompot en iemand van Wanli Brussel die daar peloton de forsing voert? Die motor moet er ook tussenuit. Van de medische assistentie, geloof ik. Minder dan 15 kilometer nog. En ze hebben werk met deze Maxime van Tomme. Draait ook al heel lang mee. Gaat er zoals gezegd zeker nog een jaar bij doen. Bij deze ploeg blijft hij. Ja, toch. Peloton komt nog niet, dus. Het ziet er goed uit voor hem. Maar het is natuurlijk nog wel 14 kilometer. Mannen van Roompot gaan het daar echt wel moeten organiseren of hij blijft weg. Voilà, wat ballast overboord voor de laatste 14. De vraag is natuurlijk wie kan er daar nog, hè? Want allemaal al zoveel gegeven. En is de sprinter nog goed genoeg? Is de sprinter nog goed genoeg? Ook een vraag die beantwoord moet worden. Want misschien dat de sprinter van Roompot, Michael van Staaij, nog wel minder goed is. Terwijl Riesebeek, iemand die het dan zou moeten dichtrijden, dat die wel sterk genoeg is om het dicht te rijden. Maar hij gaat natuurlijk niet doorrijden om iemand anders te laten winnen. Als Michael het niet meer zo de beste benen zou hebben. En nu toch weer die wagen van Shimano ertussen, dus dat moet hem toch weer een boost geven. Ja, en hier daarnet de jurywagen. Moest hij er tussenuit, werd hij daardoor gepasseerd en nu komen die opnieuw in zijn wiel hangen. Ja, hij draait goed. Ook de schouders bewegen nog niet te veel, dus er zit nog wat energie in de tank. Dat was... toch even gevaarlijk met zijn handen zo op zijn stuur. Ja, dat zijn de risico's van die houding. Maar als het werkt voor hem. Hij heeft het begrepen. Ja. Ja, en het peloton wordt alleen maar kleiner. Pakt hij hier de laatste koers van het Belgische wegseizoen? Of halen ze hem nog in? Dat is de vraag op 12 kilometer van de streep in Puttecapelle. Hier de achtervolging. Met natuurlijk eentje van Tartaletto Isorex die gebaart dat die motor te dicht zit. Maar ook Wallonie Brussel heeft een mannetje meegestuurd. Ja. Maar ik denk dat de motor voor Maxime van Tomme en voor het peloton even dicht zit. Dus voilà, op dat vlak. Het komt overeen uit. Het is allebei even sportief. Daar Preben van Ecke toch ook weer nog attent voor aan. Pelt nog vlot mee, hè? Ja.
Staaien die daar wat bekken aan het trekken is. En die laatste positie van zijn ploeg. Hij blijft stomen. Maxime van Tomme. 33 is hij. Gaat hij hier zijn seizoen in schoonheid afsluiten? Daar is voor het eerst toch die hoofdbuiging en de tanden op elkaar. Dat hebben we hem nog niet zien doen, maar het is alleen maar logisch natuurlijk. Hè. Ja, niks voor niks. Nee, al kilometers op zijn eentje aan het geven. En hier Riesebeek. Ja, pas op, het peloton is toch nog ver achter. Ja, want die man van Rompot moet er tussenuit. Ja, dat is Sjoerd van Ginneken, denk ik. Voor Sjoerd is het op. Hoeveel heeft Van Staaij er nog? Ook Riesebeek eruit. Hij heeft nog Senneleijzen. Elmar Reinders zit daar ook nog. 24 seconden nu. Ze doen er weer 3 af. Op deze man. Ook die slotfase van die koers is weer razendspannend. Ja. Oh, dat was nog geen moment verveeld. Nee. Naar de laatste 10 kilometer met Maxime van Tomme. En nog altijd die wagens daartussen. Voor hem een goed teken. En wie hebben we hier nog voor Michael van Staaien? Ja, nog 4 man. Arie Livijn, Senne, Justin Timmermans en Elmar Reinders. En dan nog de man van Wallonie Bruxelles. Van Staaien op dit moment, als ze bij Van Tomme komen, de man om in het oog te houden in de sprint. Maar krijgen ze het dicht? Want het is al een hele tijd meer dan die 20 seconden. En daarnet zagen we het, Riesebeek tussenuit. Wie was die andere man van Rompot? Van Ginneken. Van Ginneken. 23 seconden. Nu is het aan Senneleijzen. De mannen van Berendrecht Sport waren ook aan het supporteren, dus ja, het leeft toch wel. Hier zien we het in een splitscreen, zoals dat heet, van Tomme over de verkeersdrempel en dan weer in die houding van hem. Hij blijft dat goed doen. Ze komen er nu pas aan. Oei, Van Staaien. Moet hij daar nog een gelletje tot zich nemen? Dat is in de laatste 10 kilometer wel heel laat. Dat is laat, maar... Of is het op zekerheid spelen? Dat kan natuurlijk ook. Ja. Mentaal kan het misschien ook helpen. Van, ik heb nog een gelletje binnengenomen, dus daar kan me niks meer over komen. Het is Wirtgen van Wallonie-Bruxelles nu die het tempo bepaalt. Ja. 22 seconden. Hier en daar toch een scheur in het peloton. Ja, dat gaat maar per seconde. Hè? Ja, alles gaat. Alles staat of valt ze biedt met die smalle weg. Want ik vermoed wel dat het peloton daar meer snel kan maken. En nog altijd mooie informatie. Daar ook positie 6, Jelle Mannaerts van Hubo. De man met de tricolore op de helm, ja. Herkenbaar inderdaad. En Havik zit daar ook nog, 2 posities verder. Damien Clayton zien we ook nog. Maar het is vooral Michael van Staaien op dit moment. Nu gaan we die smalle weg op de draaien. En we hebben toch al de vorige rondes gezien dat het daar altijd wel vol op het lint gaat. Dat de wind daar redelijk van rechts komt.
Dus het is aan te raden om vooraan in de groep te zitten en zo weinig mogelijk wind te vangen. En hier van Tomme. Voilà. Bijschakelen. Tikje erbij. Seconden voor hem. 7,5 kilometer nog. En daar, Damien Clayton, die gaat zich ook even moeien in de achtervolging. Ja. Ja, en dat is een stevige snok dat hij eraan geeft. Dat is een stevige snok, inderdaad. Ja, je zag Justin Timmermans op kop rijden en wou versnellen om mee op het wiel te gaan, maar het lukte gewoon niet, omdat Clayton veel te sterk, veel te snel rijdt. Oh, la 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 la. En ik denk dat Arjen Lievens hier... Oei, een wegwerpgebaar ja. Van Damien Clayton. Nou, hij zal misschien niemand verwacht hebben dat er iemand meeging. En om het alleen toe te rijden, zal hij misschien niet zien zitten of niet voelen dat het niet zal lukken. De auto's er nu toch weer tussenuit. Minder dan 20 seconden het verschil. En die moto wil ook voorbij. 17 seconden nu. Minder dan 7 kilometer. En daar is die van Slik ook nog ook klaar om misschien nog iets te proberen met een late uitval. Want het is natuurlijk zo, als er op 4 van de finish bijkomen, is veel te vroeg. De mannen van Rompot, dan moeten ze nog altijd de laatste 4 kilometer kunnen overbruggen. Want anders kunnen ze misschien op een tegenaanval lopen. Die timing moet goed zitten, hè? Inderdaad. Opvallend, een heel hoge velg achteraan. Ja. Maxime, van Tommel. Ja, we hebben het al genoeg over aerodynamisch voordeel gehad. Dus vandaar dat hij dat hoogwiel zal gestoken hebben. Het gaat seconde per seconde. En nu toch ook de tong uit de mond. Maxime van Tom, en daar is de oranje brigade van Rompot Charles. Ja. Zit hun timing goed? 14 seconden met minder dan 6 kilometer te gaan. Maar het zijn die laatste meters die het moeilijkste zijn om dicht te rijden. Toch zeker als Maxime blijft doorrijden, is het wel moeilijk om voor het peloton de laatste honderden meters of de laatste 50 meter toe te rijden. En het is stevig aan het regenen hier. Aan de streep. Nu begint hij toch ook een beetje te schokken. Alleen maar logisch natuurlijk. Hier Arjen. Werk gedaan. Arjen Lievens, die het peloton moet laten rijden. Bougny hier achteraan. Van Jérôme toch ook wel een mooie wedstrijd gereden. Zeker als eenzaad. De kleuren van de ploeg goed verdedigd. Dertien seconden heeft die Maxime van Tomme. De timing van die mannen van Rompot zit goed te zitten, maar ik denk dat er daar nog maar 2 of 3 oranje hemden zitten. Ja, en er komt op de linkse kant nog iemand van Tartelette Userex een beetje storen. Of gewoon op die positie rijden om signaal te geven van kijk jongens, ja, wij zijn er ook nog. Om een klein beetje op de moraal in te werken van de jongens van Rompot. Nu weer de handen in de beugel in Stabroek City van Tomme om dan direct te kunnen optrekken. Ja, nu nog 1 bocht en dan... Drie mannen van Rompot zitten daar nog op 13 seconden van deze man.
dan ook, een stevige inspanning van Van Tomme. Mooi nummer. Mooi. Ongeacht de afloop, hij mag met een goed gevoel de winter in en zich gaan voorbereiden op nog een seizoen bij deze ploeg. Hier zien we het verschil van aan de andere kant, van achteraan het peloton. Ja, en ik denk de mannen van Rompot rijden daar nu niet meer op kop. Het was Clayton die op kop reed met direct in het wiel Michiel Stockman van Tartalette Userex. Om af te stoppen. 3 kilometer nog voor Van Tomme, minder zelfs. Ja, het is toch oranje volk dat daar de laatste meters moet dichten. 12 seconden. Ik ben benieuwd hier Tamignon nummer 31. 31 inderdaad, de man van Wallonie Bruxelles. Nog iemand voor hem. Ik zag daar ook Kenny Molly nog zitten. Dus. 10 seconden nu. Hun opbouw is gestaag gegaan en die lijkt redelijk goed te zitten in de achtervolging. Sennelijzen heeft ook zijn werk gedaan. En nu begint hij te kijken, hè, Van Tomme. Achterom. Het is Bonny die daar ook nog wat probeert op te schuiven in de achtergrond. Maar het is enkel Reinders tegen Van Tomme. Oelala, hard tegen ons acht. 7 seconden nog. Elmar Reinders in dienst van Van Staaien. Maar dan heeft Van Staaien wel geen lead-out. Dan moet hij zijn eigen lijnen kiezen. Kenny Molly inderdaad is er ook nog bij. Nou, is dat ook goed geplaatst. Ik denk positie 4-5 in het peloton. Ze gaan hem grijpen. Van Tomme. Nou, toch wel de twee mannen van de wedstrijd. Van Tomme en Reinders. Is het Aaron Verwils die gaat meesprinten voor Sport Vlaanderen Baloise? Hier Prebe. Prebe van Hekken heeft hem gaan afzetten vooraan. Nog een keer aanzetten. En nog eens aansluiten Prebe van Hekken om met die groep mee te komen. En daar de uitval van Piotr. En dat is gevaarlijk. Piotr Havik. Oelalalalala. Dat heb ik hem nog eens weten doen en toen won hij dus. Oelalalala. Piotr Havik. Oh. Nog 1 kilometer, dus ik denk niet dat de man van Wallonie Bruxelles naartoe kan. Nu hij onder de voet door. Passen in deze bocht. Ja, mooi. Goed ik gedaan. Ik denk dat het gebeurd is. Het is nog wel. De man van Wallonie Bruxelles komt er niet. Het is Piotr Havik die nu de handen op het stuur legt. Haalt de Nederlander het. Zondag was hij nog derde in de Memorial van Steenbergen. En hier de rest. We krijgen in elk geval een spannend einde. Komt hij daar als eerste in het zicht van de laatste honderden meters? Piotr Havik, ja. Hij gaat het afmaken, de Nederlander. Met een splijtende demarrage. Ja. Vlak voor het ingaan van de laatste kilometer. Houdt hij het of houdt hij het niet? Ja, hij gaat het houden, want daar zijn de verlossende klinkertjes. Havik wint. Mooi. De manier waarop hij aanzette was wel heel indrukwekkend. Ja. Na zo'n koers ook vaak mee in de aanval getrokken. En dan dit nog opvoeren bij het ingaan van de laatste kilometer. Knappe zege van de Nederlander. Nou, mooie wedstrijd. Felicitaties van Stockman voor Havik.
Ja, en iemand van Evenpro won de sprint van het peloton. En dan waren nu Brussel de derde. Ik vermoed dat het hier Lionel Tamignot was, die derde werd. Knappe zege van de Nederlander. Een hele dag koers gezien, een hele dag mee. Piotr Havik. 150 kilometer hebben we kunnen uitzenden. En het was vanaf kilometer 1 eigenlijk bijzonder interessant om te volgen deze sluitingsprijs. En de nummer 100 is de uiteindelijke winnaar. Piotr Havik. Hele felicitaties van de verzorger. 25 is hij. Nou, wel gedurfd om net voor de laatste kilometer. Hier gaan we het nog eens zien, hè, hoe hij het houdt op het einde. De handen op die schuine remgrepen. En dan bij het oprijden van die toch wel gladde steentjes daar in de laatste 50 meter. Toch nog eens gaan rechtstaan en dan zeker zijn. Ik win. Winst voor een Nederlander. Nog net in België. Nog net in een paar België. Meter verder rijdt hij zijn eigen land in. Ja. Piotr Havik van Beat Cycling Club. En hij zal zo meteen wel naar het podium geleid worden. Al in gesprek met een journalist van de krant. Het is niet zijn eerste zege van het seizoen. Hij won ook de grote prijs stad Zottegem, zoals jij daar straks aangaf. Dat was in augustus. Toen klopte hij ook een sprintend peloton met Greipel en Noppe. Ja, Greipel won de sprint en dan Noppe het tweede. En ik zat er ergens, denk ik, laatste van de groep. Ik had de laatste kilometer de sprint aangetrokken en dan... Dan heb je geen verhaal meer om zelf nog naar uitslag te rijden. Havik was ook tweede in Halle in Gooichem in juni. Die Halle in Gooichem die opnieuw gewonnen werd door Dries de Bond. Na een val in de slotkilometers. Uiteindelijk geen sprint. Maar het was iemand van Corendon Circus die daar tegen de grond ging. Was het Lasse Norman Hansen, als ik het me goed herinner? Ja, klopt. En die nam daar een paar renners van Quickstep mee, van de Koenig Quickstep mee. En dan werd er eigenlijk een ongeregelde sprint, waardoor de Bond plots op kop aan het rijden was en Piotr daartussen zat. En zij werden 1 en 2. Hier, Michael van Staaien. Ze hebben het niet tot een sprint kunnen laten komen, zijn mannen. En de laatste koers van Rompot Charles is niet gewonnen door iemand van die ploeg. En hij nog op zoek naar een nieuwe werkgever voor volgend jaar. Ja. Een zege had die zoektocht misschien wel kunnen vergemakkelijken. Het heeft niet mogen zijn voor Michael van Staaien, los daarvan. Heeft hij een prima indruk gegeven vandaag. Ja. En Stijn de Bok die is daar ook al op weg terug in het gezelschap van de winnaar, in het gezelschap van Piotr Havik. En u hoort het misschien op de achtergrond, dames en heren. Het feest is hier al stevig aan de gang in Puttekapelle. Het is kermis en daar hoort bier bij. Voilà, ook voor de renners de laatste van het seizoen. Ja, mooie beelden. Proost
Het smaakt na zo'n stevige inspanningen. En ja, veel volk op de benen. Ja. Ondanks de regen komen de mensen naar de koers kijken. En naar de winnaar, naar Piotr Havik. Hier de top 3. Havik blijft Luke Mudgeway van Evo Pro Racing voor. En dan had jij dat goed gezien, Dries. Lionel Tamignot van Wallonie-Bruxelles. Die uiteindelijk ook wel de sprint zou rijden voor die ploeg. Want van Kenny de Haas, de afscheidnemende Kenny de Haas, geen spoor in de slotfase van deze wedstrijd. De Haas is er in stilte uitgegaan. Prebe van Hekken die heeft absoluut nog wel een heel sterke wedstrijd gereden als laatste van zijn carrière. Ja, klopt. Mooi altijd een aanval. Mooi in beeld gereden. En verantwoordelijkheid gedragen om mee te zijn. Wat sfeerbeelden van aan de finish in afwachting van het podium. De mensen nemen er nog een biertje bij. En voor sommigen zal het niet het eerste zijn van vandaag. En zeker niet het laatste. Want het is hier traditioneel een groot feest. Het is ook een kermisweekend hier. Dus de festiviteiten volgen elkaar op. Voilà, en zo weten ze bij die mensen thuis ook dat zij op de koers zijn. De grens. Letterlijk. En daar zitten wij, op de achtergrond daar in die wagen van Motto Media Team. Het is ondertussen nog even wachten op Piotr Havik, dames en heren, want we hopen toch ook om de winnaar even voor onze microfoon te hebben. Het heeft een tijdje geduurd eer hij van de uitloopzone terugkeerde naar de finish. Maar met wat geluk hoort u zelfs nog zijn verhaal, zometeen zijn verhaal nog. Hoe hij aan zijn slot van het seizoen een mooi einde breide. U ziet het hier nog eens. Het was indrukwekkend hoe hij aanging, maar ook indrukwekkend hoe hij dit volhield. Ik vond het vooral gedurfd om net voor die laatste bocht in de regen aan te zetten. En dan met wat een overgave. Dus ja, wel. En ook mooie laatste bocht gereden. En veel snelheid gehouden, want ik zie de man van Wallonie-Bruxelles die daar een tegenaanval ging. Die zie ik niet meer, dus ja, toch wel chapeau. En Mudgeway wordt tweede, Tamignot derde. Voilà, daar krijgt u het nog eens. In de achtergrond zit hij klaar, Piotr Havik. En ik zag daar een redelijk grote kuip bieren verschijnen. Ja. En ik weet niet of je de beelden hebt gezien van Rick van Steenbergen, maar daar kreeg je maar ook een glas en het was redelijk snel op. Ja, dit zie ik hem natuurlijk wel niet in één keer achterover kappen. Dat gaat wat te groot zijn. Het is de laatste van de karakterkoersen, deze sluitingsprijs. Logisch natuurlijk, het is de laatste van het seizoen. Ze hebben er een mooi seizoen op zitten met de Flanders Epic Races. Met de Antwerp Port Epic, maar ook met Schaalsels Merksem.
met afgelopen zondag nog de Memorial Rik van Steenbergen en deze sluitingsprijs Putten. Mooie reeks neergezet. Ben Simons en zijn organisatie. Ja, want niet te vergeten, daar komt heel veel bij kijken. Politie moet gecontacteerd worden van de steden waardoor gefietst wordt. Oeh, pas op mevrouw. Naderhekken moeten afgesloten worden. De camera moet voorzien worden. De signalisatie moet voorzien worden. Daar komt heel veel meer bij kijken dan enkel de renners of de ploegen te contacteren en even wat te koersen. Dus ja, chapeau dat iemand als Ben Simons dat wil doen. Daar zijn schouders wel onder wil zetten. Een man met een passie voor de koers. Hij is in eerste instantie een bedrijfsleider. Dit is allemaal hobby voor hem. Maar mooi dat hij dat allemaal opbrengt. En dat u en wij zo van de koers kunnen genieten. En dat een koers als deze toch in stand gehouden wordt. Want het blijft traditie afsluiten hier in Puttencapelle. Hoe je het ook draait of keert, het hoort er een beetje bij. En als we zien hoeveel volk er toch weer op afgekomen is, kunnen we alleen maar hopen dat deze koers ook in de toekomst blijft bestaan. Ja. Nog eens de top 3. Havik voor Mudgeway en Tamino. Hoeveel zouden er uiteindelijk uitgereden hebben? Iets meer dan de helft van de 82 die van start gegaan zijn. Ik vermoed een renner of 40. Ja. Om maar te zeggen, er is van start tot finish gekoerst. Het heeft nooit stilgelegen. Ook wij in onze uitzending hebben ons nooit verveeld. Nee. Nooit op zoek moeten gaan naar verhalen omdat er omdat de koers in de plooi lag voor tientallen kilometers. Nee, het was altijd wel wat te vertellen over wat er aan de gang was. Wie er iets probeerde, wie er in de reactie moest. Hier krijgen we het nog eens. De apotheose van een geanimeerde koersdag. Ja, en eigenlijk was dat misschien wel in de lijn van de koers die we gezien hebben, dat er door een verrassingsuitval gewonnen werd. Want we verwachten een sprint toen Maxime van Tomme gegrepen werd in de absolute slotfase. Maar het kwam er toch niet van. Het was deze Piotr Havik die ervan wegsprong en met veel zin voor risico in een belangrijke laatste bocht nam. En uiteindelijk alles tot een goed einde bracht. Ik denk dat Michael van Staaien nog vierde werd. Nog net voor Jelle Mannaert. En dan zag ik de mannen van Tartelette Userex met Michiel Stokman. En Niels de Roze waren ook kort bij. Dus. Nou, ook wel, het zijn wel de bekende namen die terugkeren. Die wel een verdienlijke wedstrijd hebben gereden. En we gaan luisteren naar Piotr Havik. Piotr Havik, wat een nummer zeg. Je hebt een Cancellara gedaan. Ja, dat kan je misschien wel zeggen. Dat is een mooie eer, een mooie naam. Het is een beetje mijn specialiteit, om het zo maar te zeggen. En het is toch tof dat het nog mag lukken op het einde van het jaar. Hoe moeilijk was die laatste wedstrijd van het seizoen? Nou, ik vond het vrij goed gaan. Ik had goede benen vandaag en het was heel de dag koers, dus daar hou ik wel van.
Dus eigenlijk ging ik me richting de finale alleen maar beter voelen. En het is nog niet zoals veel andere renners dat ik last heb van oktoberitis. Dus ja, de vorm was goed, het moraal zat goed en zo af kunnen sluiten is heel mooi. Was die aanval gepland op het einde? Ja, dat wel. Want ik was alleen, dus ik wist dat ik niet meer had die ik had gelijk. En ik zag al dat ik dat had gedaan. En dan waren we er plots uit. Geen probleem. Het belangrijkste hebben we wel meegekregen natuurlijk van Piotr Havik. Onze reporter James Odvar die gooide hem voor de voeten. Je hebt een cancellaratje gedaan. Cancellara presteerde het ooit ook. Bijvoorbeeld in Milaan-San Remo om een sprintend peloton voor te blijven. Dat deed Piotr Havik ook. En hij bedankte voor de eer dat hij daarmee vergeleken werd. En het was zijn plan natuurlijk ook om het op die manier te spelen. Want hij had geen lead-out meer. Zijn ploegmaat bij Beat Cycling, die was er niet meer bij. Hij heeft het toch tot een goed einde gebracht. En hij deelt zijn grote kuip nog met de man naast hem. Met Mudgeway, die als tweede over de streep kwam. En dan Tamino, die ook mee mag op het podium. Lionel Tamino van Wallonie-Bruxelles. Maar dus op dit podiumbeeld kunnen we afscheid nemen, denk ik. Afscheid van het Belgische wegseizoen met een Nederlandse winnaar. Piotr Havik wint de sluitingsprijs in Puttecapelle voor Luke Mudgeway en Lionel Tamino. Ik bedank Dries van Gestel voor het deskundig co-commentaar en de technische ploeg voor het tot stand brengen van deze uitzending. Graag tot een volgende keer.